Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert of zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. Vandaag ben ik hier opnieuw met Elmer Hendricks, want hij heeft een nieuw boek geschreven over volwassen worden. Nou, je snapt, daar ben ik razend nieuwsgierig naar. Maar vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf of de recepten die ik deel, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je waardering, ja, aan ons overbrengen waar wij echt ontzettend blij mee zijn. Welkom Elmer. Dankjewel. Tweede keer. Yes. En ja, niet zonder reden, want je hebt een nieuw boek geschreven. Volwassen worden voor volwassenen. Ja. Wat heeft je zo er tot toe aangezet om dit boek te gaan schrijven? Nou, eigenlijk in de opleiding die ik geef, ik werk veel met groepen, ben ik erachter gekomen dat ja, simpelweg 90% van de mensen niet volwassen zijn. En dan heb ik het over emotionele volwassenheid. Hè? En dat varieert natuurlijk van totaal onvolwassen tot redelijk volwassen. En sommige mensen zijn misschien wel echt volwassen. Maar dat viel me zo op dat ik erover ben gaan nadenken. En toen hebben we een aantal aspecten gevormd, een stuk of 40 aspecten, die een soort toetssteen kunnen zijn van, om jouw mate van volwassenheid mee te testen. En nou, die heb ik ook uitgeprobeerd in de opleidingen. Ik heb er dingen over verteld. Mensen hebben het ervaren. Dus dat is eigenlijk de reden geweest dat ik iets had van, hey, maar hier kan ik ook een boek over schrijven natuurlijk. Dat lijkt me niet verkeerd. En vandaar heb ik een boek geschreven. En ik gooi maar direct even een steen in de vijver. Maar is het niet om te kotsen om van jezelf te zeggen van, nou, ik ben volwassen en ik kan daar dus zelfs een boek over schrijven, omdat ik daarmee jou kan leren hoe je ook volwassen kan worden? Ah, dan heb jij de aanname dat ik denk dat ik volwassen ben. Nou ja, ik bedoel... Ja, dat denk ik ook hoor, trouwens. Dus die aanname was correct. Vertel, is dat, hoe werkt zoiets? Want is dat niet... Is dat, ja... Nou ja, heel simpel. Als ik ook al die aspecten bekijk die ik genoemd heb, dan merk ik zelf ook van, ah ja, hier ben ik echt wel volwassen in. En ik heb het over emotionele volwassenheid. Dat is eigenlijk de enige vorm van volwassenheid. Hè. Het heeft te maken met je bewustzijnsniveau. En er zijn natuurlijk wel aspecten bij waarvan ik zeg van, ah ja, hier heb ik ook nog wat uit te leren. Dit is voor mij ook nog niet helemaal 100% volwassen. Maar over het algemeen ja, zie ik mezelf als aardig volwassen. En heel belangrijk, mijn vrouw is het daar mee eens. Ja, dat is schijnig. Hey, en want hoe ik het dan bij mezelf toets, is dan bijvoorbeeld het vergelijken met 20 jaar geleden. Dan denk ik, oh, toen had ik in zo'n situatie, was ik geflipt of zo. Of was ik boos geworden. Of ja, was ik, weet ik veel. En als ik dat dan precies zo'n situatie dan nu, dan denk ik, oh, geinig. Er is toch wel wat veranderd in de afgelopen jaar. Ja. Hoe test jij dat dan bij jezelf? Nou, ik check eigenlijk nooit bij mezelf. Ik doe gewoon wat ik doe en ik ben wie ik ben. En ik merk gewoon dat ik eigenlijk ja, nooit heftig reageer op alle situaties. En dus dat is ook wel een maatstaf. Hè? Je bent altijd in interactie met je omgeving natuurlijk. Want als je alleen bent, ja, dan is het niet zo moeilijk om volwassen te zijn. Maar juist een interactie met je omgeving, daar gaat het om. En hoe reageer je op je omgeving? Wat zijn je behoeften? Zijn je behoeften kindbehoeften, wat heel vaak zo is? Zijn je behoeften gewoon, hoor die bij de volwassen persoon die je bent? Het heeft altijd te maken met je bewustzijnniveau. En heel veel mensen zitten nog simpelweg voor een deel of een groot deel op een kindbewustzijnniveau. En de bedoeling is natuurlijk dat we doorgroeien naar een volwassen bewustzijnsniveau. En ik wil even een heel klein stapje terugmaken, want je zei in mijn werk kom ik vaak tegen. Nu kan ik me voorstellen dat niet iedereen precies weet wat voor werk jij doet. Ja. Zou je daar iets meer over willen vertellen? Ja, ik geef trainingen, workshops en opleidingen in met name familieopstellingen, ook organisatieopstellingen. Met name familieopstellingen. Ja, en daar krijg je natuurlijk altijd mensen die ergens tegenaan lopen, die een bepaald thema hebben. Ja, je komt er niet mensen met wie het 100% goed gaat. Nee, die lopen ergens tegenaan. En dat zijn altijd kindstukken. Een enkele keer een actueel trauma, wat kort geleden plaatsgevonden heeft waar mensen last van hebben, maar bijna altijd kindstukken. En ik maak eigenlijk een onderscheid, dat is ook pas van de laatste jaren, dat ik dat inzicht gekregen heb, tussen een actueel trauma, er gebeurt iets. Je krijgt een ongeluk, nou, dat is een trauma, of het kan een trauma worden in ieder geval. Het is een traumatische situatie. En een druppeltrauma. En een druppeltrauma is voor mij iets wat van je prille jeugd ingedruppeld is. Je moet beter je best doen, je bent niet goed zoals je bent. Je moet voor mij zorgen, dit en dit. En je bent helemaal gemarineerd in die conditionering eigenlijk.
Nou, en dat is zo'n diep trauma, dat zit zo in je cellen opgeslagen als het ware. Als ze daarmee aan het werk gaan, dan kan er in één keer een hele mooie beweging in komen. Maar omdat het zo diep in iemand zit, je bent zo geconditioneerd daarin. Het vraagt ook bewustheid en alertheid van die persoon om te kunnen constateren als ze weer in de valkuil stappen van dat trauma. Dus het vraagt dat de mensen wakker zijn. En dat is een mooi iets, want als ze wat wakker zijn, worden ze ook sneller bewust. En dus enerzijds kan zo'n druppeltrauma jou helpen ook om bewuster te worden en uiteindelijk meer tot volwassenheid te komen. Als je het gaat aankijken in ieder geval. Ja, hey, en ik hoorde jou net zeggen, we hebben kindbehoeftes en we hebben volwassen behoeftes. Wat zijn nou typische kindbehoeftes? gezien worden. Erkenning krijgen van je ouders, er helemaal mogen zijn precies zoals je bent. De ruimte krijgen om een ego te ontwikkelen, je eigenheid te ontwikkelen. Veilige grenzen gesteld krijgen. Eigenlijk dienen de grenzen die een kind opgelegd krijgt helemaal ten dienste staan van het kind. Dat het zich daarin kan ontwikkelen op een eigen manier. Dat de eigenheid er mag zijn, dat zijn eigenlijk de kindbehoeftes. En wat ieders behoefte is, ook van volwassen mensen, is behoefte aan veiligheid, dak boven je hoofd, voeding, contact met de ander. Hè, dat is een menselijke behoefte. Dat zijn menselijke behoeftes. Maar begrijp ik het dan goed dat je op een gegeven moment, eenmaal volwassen als het goed is, dan zou je die behoefte aan gezien willen worden of de behoefte aan veilige grenzen niet meer nodig moeten hebben? Begrijp ik het dan goed? Nee, dat begrijp je goed. Alleen kinderen hebben behoefte om gezien te worden. Als volwassenen nog behoefte hebben om gezien te worden, is dan een kindstuk. Als een volwassene behoefte heeft om erkend te worden, erkenning te krijgen voor iets, is dat simpelweg een kindstuk. Dat is niet erg, maar het is wel handig als je dat realiseert. Want als je werkelijk volwassen bent, is die behoefte er niet. Je hebt voldoende aan wie je bent. En je hoeft niet van buitenaf te horen dat je goed bent zoals je bent. Dus dat is evident. Maar het verschil zit er dus in, is, want ik kan me voorstellen dat mensen denken van, ik heb niet de behoefte aan om gezien te worden. En dan ga je wel met je kop in een podcast zitten. En weet je, je geeft lezingen en zo. Maar als ik het dan goed begrijp, dan zit het verschil in dat, ook al zit er maar één iemand in die zaal, en die vindt er misschien ook nog eens geen reet aan. Als je het zelf heel erg leuk vond, missie geslaagd. Ja. En ja. Je staat er meer vanuit kindbehoefte. Als stel je voor niemand klapt, dat je dan de rest van de dag chagrijnig bent. Ja, exact. Ook met podcast, hè. Ik vind het leuk om het te doen. Zeker, jij stelt hele leuke vragen. Dat vind ik erg leuk. Ik vertel natuurlijk heel graag over mijn passie. En dat is systemisch werk. En ja, daar zit dit bij. Dus daar vertel ik heel graag over. Zou ik van mijn leven geen podcast gemaakt hebben, omdat ik niet voor uitgenodigd word, is het ook goed. Ja, dus er is geen behoefte aan een podcast. Als ik echt mijn best zou doen, maar daar moet een podcast vandaan gemaakt worden voor mij, en daar moet wat gedaan worden. Ja, dat is een kindbehoefte. Helder. Ik heb je boek mogen lezen, hè? Superleuk. Heel dankbaar ook voor. Het is nu net uit. Je kunt het nu overal krijgen. Ja. Volwassen worden voor volwassenen. Hij staat hier ook. Ik mocht hem al lezen. Nou, ik heb zitten lachen. Maar ik heb ook echt af en toe, dat mijn wenkbrauwen echt even door het dak gingen. Dat ik dacht, ik kan me echt voorstellen dat mensen het boek misschien nu wel al dichtslaan. Alleen al bij het lezen van deze eerste twee bladzijden. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond, en ik ga er even stap voor stap doorheen, is dingen die jij betitelt als onvolwassen. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het linken aan volwassenheid. Ja. Ja. De eerste die ik echt, die mijn wenkbrauwen al liet fronsen, was loyaliteit. Ja, loyaliteit is echt een kindbehoefte. En ik weet natuurlijk, in onze maatschappij en vooral in het bedrijfsleven, is loyaliteit zeer belangrijk. Maar loyaliteit is een kindbehoefte. Een kind moet loyaal zijn. Een kind is ook loyaal, dus niet eens een gedachte over. Want het kind heeft de familie nodig, de ouders nodig, om te overleven. Dus een kind is per definitie buitengewoon trouw aan alles wat de familie doet. Zoals de familie het doet, zoals de ouders het doen, is de enige juiste manier. En daar is het helemaal trouw aan. Kan ook niet anders. Een volwassene echter, die voelt wat het juist is om te doen. Dus stel, je werkt bij een bedrijf. En je voelt gewoon van, het klopt voor mij niet meer dat ik hier werk. Om welke reden ook. Dan ga je weg. En je gaat onderzoeken voor jezelf van waarom klopt het niet meer.
Nou ja, als je tot de conclusie komt van, ja, het voelt niet meer fijn, dit bedrijf van mij, dan ga je weg. Ben je loyaal en je weet dat ze heel blij met je zijn en dat ze je nodig hebben, dan blijf je. Tegen je eigen gevoel in en wat niet voor jouw welzijn is. Maar ja, maar ik kan niet meer zomaar weggaan. Ze hebben me nodig. Ja, dat is loyaliteit. En dat is een kindstuk. Want een volwassen mens, die zorgt goed voor zichzelf. Ik hoor hier heel erg in terug ook dat ego wat heel erg denkt dat het altijd onmisbaar is. Ja. Dat ego dat denkt dat de wereld stopt met draaien, dat het bedrijf instort of dat het team alleen nog maar gaat verliezen als jij niet koste wat het kost aanwezig bent. Exact. En al zou dat zo zijn, hè? Al zou het zo zijn dat door jou weggaan een bedrijf verlies gaat leiden, of als het een klein bedrijf is dat helemaal instort, ja, dan is dat wat het is. Hè, maar je kan toch niet, als het niet goed voelt voor jou, als jouw authentieke zelf niet tot zijn recht kan komen in dat bedrijf, dan ga je toch niet blijven? Ik heb vroeger al, en überhaupt nog voor ik ook maar enigszins bewust was, stom verbaasd afgevraagd waarom mensen in vredesnaam iets doen wat ze niet leuk vinden. Hoe kunnen ze nou een baan hebben waar ze geen plezier in hebben? Sterker nog, wat ze soms zelfs verschrikkelijk vinden. Maar ja, de kinderen studeren en dit en dat. Ze hebben ons helemaal een situatie gebracht, onbewust natuurlijk, waardoor ze helemaal klem zitten. Althans, klem denken te zitten. Want je kan er altijd uitstappen. Wat is het ergste wat je kan overkomen? Overleven doe je toch wel. Dat. En dan blijven zitten omdat je denkt dat je klem zit. Terwijl ik zeg dan altijd, kijk eens om je heen, zit je klem? Ja, mooi. Oh nee, ik zit helemaal niet klem. Dat Precies. is dus iets in het hoofd. Maar ik wil hem toch even omdraaien. Want vandaag de dag merk ik ook dat sommige mensen, als het maar even tegen zit of even niet goed voelt, dat ze alweer hoppen en springen en swipen. En dan denk ik, een beetje loyaliteit, zeg maar. Een beetje, hoe moet ik dat nou even zeggen? Nou, stel je voor, mijn vriend. Nou, toffe peer, echt hartstikke leuke kerel. Ik ben hartstikke blij met hem. Maar als ik hem zou afrekenen op ieder menselijk foutje, zeg maar. Dat is toch niet te doen? Dus ik moet toch ook een bepaalde loyaliteit naar mens zijn hebben, naar foutjes maken, naar dat niet altijd alles roze geur en maneschijn is. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, maar dat is geen loyaliteit. Dat is gewoon iemand de ruimte geven om te zijn wie die persoon op dat moment is. En dat is geen loyaliteit. En mensen die constant aan switchen zijn en dan bij het minste ging ze weggaan, ja, die zijn ook niet zo volwassen. Maar wat belangrijk is natuurlijk, is van dat je zelf afvraagt van, hé, waarom switch ik steeds? Waarom ga ik dit doen? Waarom ga ik dan weer dat doen van het een naar het ander? Onderzoek bij jezelf wie je eigenlijk bent. En onderzoek van waar jouw passie ligt. Waar ligt jouw vreugde? Wat zijn je overtuigingen geweest waarom je iets moet gaan doen? En dus dat zijn alle. Wat is je conditionering? Stel dat je in een familie grootgebracht bent waar ja, je zal je brood in het zweet des aanschijns verdienen. Nou ja, zo ben je helemaal grootgebracht. Ja, dan is dat gewoon helemaal je norm geworden. En dan ga je dat doen. En dan denk ik niet eens over na, wil ik dat wel? En als je dan niet echt gelukkig bent of vreugdevol bent, ja, dan wordt niet eens over nagedacht. Er wordt geen enkel moment, wordt de blik naar binnen gericht en onderzocht van, wat wil ik nou eigenlijk? Is dit echt wat ik wil? Mensen onderzoeken zichzelf niet. En waarom niet? Want dat kost moeite. Ten eerste moet er het bewustzijn zijn dat je jezelf kan onderzoeken. En het kost je ook moeite. Het is nogal wat. Steeds weer bij alles wat je voelt naar binnen gaan. Onderzoek wat het mee te maken heeft. Dat vraagt heel veel toewijding. Ja. En dat is volwassenheid ook. Ja, dat vond ik een hele mooie. Dankjewel voor de brug. Die heb ik ook opgeschreven. Moet ik eventjes op mijn 100 papiertjes kijken. Oh ja, het volwassen bewustzijn wil zichzelf onderzoeken. Dat ligt in de aard van het bewustzijn. Dat vond ik echt een. Ja, ik weet niet. In onze vorige podcast vertelde ik tegen jou van soms dan lees ik iets en dan heb ik heel sterk ja. Of een hele sterke nee. En toen zei jij, ja, dat is ego. Maar ja, dat geloof ik dus niet. Want ik heb dus het idee dat dat mijn waarheidskompas is, die een soort van tak, we zitten op de goede koers. Of ja, dit wijst naar de waarheid. En voor mij voelde dit ook heel erg als waarheid. Het volwassen bewustzijn, dat wil zichzelf onderzoeken. Hoe werkt dat dan precies? Ja, hoe dat precies werkt, weet ik natuurlijk niet. En het hoeft natuurlijk niet altijd, als ik dat gezegd heb, dan corrigeer ik me hier bij mezelf. Het hoeft natuurlijk niet altijd ego te zijn. Hè? Het kan zijn dat je ineens iets merkt waar je zo'n passie voelt in je lichaam. En je voelt helemaal, dit klopt. Dan kan het nog steeds zijn dat er een stuk conditionering onder zit die dat herkent. Hè? Dat kan nog steeds zo zijn natuurlijk. Maar
als het verder doorgaat en die passie blijf je voelen en je wordt er enthousiast van, meestal wel een aanwijzing dat het klopt. Waarheid, wat je net noemde, is voor mij iets anders. Hè? We hebben niet echt een waarheid, wij kennen geen waarheid, we hebben meningen over iets. En heel veel mensen verwarren waarheid met hun mening. Dat is namelijk weer een ander iets. Oh, leuk. Dit vind ik leuk. Wat is waarheid voor jou dan? waarheid is voor mij bewustzijn, zuiver bewustzijn. Waarheid is voor mij eenheid, Brahman, geef het maar een naam. Hè. God, geef het maar een naam. Dat is waarheid. Er is maar één waarheid ook. En er kan geen waarheid zijn en er is nog een waarheid naast. Nee, hoe kan dat? Want als dit dan waar is, dan is dit niet waar. Nee, maar dit is de waarheid. Dus er is maar één waarheid. Nou, dus als mensen ook zeggen, maar ja, maar dit is mijn waarheid, bedoelen ze eigenlijk, dit is mijn mening. Alleen het voordeel is, als je zegt, van dit is mijn waarheid, dat je gelijk een muurtje omheen gebouwd hebt. Want als je zegt, dit is mijn mening, dat geeft ruimte voor een dialoog daarover. Maar als je zegt, ja, dit is mijn waarheid, back off. Hier wordt niet over gesproken, dit is mijn waarheid, klaar. He, dus dat heeft een hele andere betekenis voor mensen. Dus mensen worden ook boos als ik zeg van, ja, dit is mijn waarheid. Zeg van, nee, dat is jouw mening. Nee, dat is mijn waarheid. Ik zeg, nee, dat is je mening. En dus dan, ja, dan kunnen we daarover gesprek gaan als we dat willen. Maar het is eigenlijk altijd een mening. Ja, mooi, want wetenschap, en we denken ook heel vaak dat het over waarheid gaat, maar het kernprincipe van de wetenschap is ook ignoramus, wat eigenlijk zegt, ik weet niet. Dus waarheid is voor mij eigenlijk ook blijven onderzoeken. Prachtig. Dat is voor mij waarheid. Dus onderzoeken, nieuwsgierig blijven, open-minded blijven en eigenlijk de hele tijd bereid zijn om je waarheid eigenlijk opzij te zetten. Je mening opzij te zetten, ja. Ja, precies. Ja, helemaal mee eens. In de opstellingenwerk is het heel belangrijk voor de begeleider dat je volkomen comfortabel voelt in het niet weten. Want we weten niks. En als je comfortabel bent in het niet weten en je staat jezelf toe het niet te weten, kan de informatie binnenkomen. Maar als je al helemaal vol zit met allemaal weten, ja, dan weet je het al. Dan kan er eigenlijk niks nieuws komen. Dus het niet weten, daar heel open in staan, is een heel belangrijk aspect van ons werk. Ja, mooi. Ja. Gaan we weer eventjes naar dat leuke lijstje. Want in het boek staat ook moraal opgeschreven als een teken van onvolwassenheid. Ik denk dat we moeten beginnen met wat verstaan we onder moraal. Want een topsporter kan volgens mij ook een goed moraal hebben in de zin van de wedstrijd komt eraan. En ja, je hebt er zin in. Weet je wel, je voelt gewoon van kom maar op. Ik ben er fysiek klaar voor. Ook hier zit het goed. Is dat niet het moreel meer? Ja, dat weet ik dus niet. Dus daarom dacht ik, we moeten eerst eventjes definiëren. Wat bedoelen we ermee? Of is moraal, zeg maar, meer van bijvoorbeeld veganisme is de juiste manier om te eten. Want dat veroorzaakt de minste onnodige lijden. Ik noem maar wat. Dus hoe zie jij moraal en waarom is het onvolwassen? Laat ik het zo even stellen. Moraal is eigenlijk wat we met z'n allen afgesproken hebben, wat kloppend is en wat niet kloppend is. Het juiste om te doen. Hè, bijvoorbeeld een hele christelijke moraal is anders dan een niet-religieuze moraal. Hè, dus iedere familie zou je kunnen zeggen heeft zijn eigen moraal. Dat zijn overtuigingen, ideeën van wat het juiste is om te doen. Maar het zijn richtlijnen, je moraal geeft een richtlijn. Hè, moraal bestaat uit principes, uit ideeën, uit veronderstellingen. En dat zijn allemaal kindstukken, want een kind wordt opgevoed binnen een bepaalde moraal. En wordt opgevoed binnen, zo doen wij het hier, dit is het juiste. Dus daardoor vormt het kind een bepaald moraal, een soort geweten, waarin het kan toetsen, dit is het juiste om te doen en dat is niet juist. Dit is goed en dit is slecht. Maar alleen maar vanuit dat perspectief. Een volwassen persoon, die is het familiesysteem, alle regels, normen en waarden en zo doen wij het hier, is dat ontstegen. Dus iemand die werkelijk volwassen is, die laat zich bewegen door het leven. En niet door stelregels, niet door ideeën. Dus een volwassen persoon zal in het moment waar iets besloten moet worden, dat besluit nemen op basis van de inspiratie van dat moment. En niet op van buiten afgelegde regels. Dat is eigenlijk wat ik bedoel, een volwassen mens heeft geen moraal meer. Heeft geen principes meer. Heeft geen stelregels meer, wat principes zijn. Maar is het hebben van een paar basisregels, zeg maar, voor jezelf om in deze chaotische wereld, om het maar even zo te zeggen, is dat niet handig?
Tuurlijk is het handig als je maar realiseert wanneer je gestuurd wordt zelf door bepaalde regels, omdat het nu eenmaal handig is, en wanneer je vanuit een eigen, nou ja, eigen beweging, hè, je wordt bewogen in mijn visie, vanuit die beweging iets doet of niet doet. Dus niet volgens de regels van buitenaf opgelegd. Maar goed, je zit natuurlijk, we leven in een wereld met heel veel andere mensen, in een vrij complexe wereld, in complexe sociale systemen. Dus daar moet je wel regels volgen om te kunnen functioneren. Dus de regels die jij volgt om te kunnen functioneren, ja, dat doe je nu eenmaal. En dat is in orde ook. Alleen, als er buiten die regels die je nodig hebt om te kunnen functioneren nog beslissingen genomen moeten worden, een idee hebt over of handelingen verricht moeten worden, die je op laat leggen door anderen, omdat het nu eenmaal zo hoort, dan zit je in een kindstuk. Ja. Het gaat er echt over dat je zoveel mogelijk je eigen weg gaat, en dat je ook realiseert als je een bepaalde beslissing neemt, wacht even, is het een beslissing vanuit wat ik voel dat het juist is om te doen, of is het er nog een ander stemmetje achter? Oh ja, mijn vader die altijd zei dat. Hè? En dat zelfonderzoek, dat is belangrijk. En dat zelfonderzoek alleen al is al een teken van volwassenheid. Ook al zitten daar nog allemaal pijnpunten onder en conditioneringen onder, maar die bereidheid tot dat zelfonderzoek, dat is al gewoon een heel duidelijk teken van volwassenheid voor mij. Het boek is natuurlijk ook door mij geschreven vanuit mijn visie. Hè? Dus ook dat boek is mijn mening, is geen waarheid. Het is alleen maar een mening. Ja, mooi. Ik moet wel direct even denken aan, er is een kruispunt soms waar ik midden in de nacht over moet rijden. En als je treft, zeg maar, dan staat dat stoplicht soms op 5 minuten op rood. En dan sta je daar in the middle of nowhere 5 minuten te wachten. Dus ik heb nu eventjes bedacht, of mijn ego heeft bedacht, dat het best wel volwassen is dat ik dan denk, nou, hartstikke leuk dat rode stoplicht, maar ik rij je gewoon doorheen. Snap je? Je bent een vrouw naar mijn hart. Ik zou precies hetzelfde doen. Ik vind het waanzin om te stoppen voor een rood licht als de weg werkelijk totaal overzichtelijk helemaal vrij is. En dan moet ik daar stilstaan. Absurd. Natuurlijk rijd ik dan door. Ik kijk wel of er een camera staat, want om zomaar een boete te ontvangen zit ik ook niet op te wachten. Maar natuurlijk rijd ik dan door. Het moet functioneel zijn. En natuurlijk in de meeste gevallen zijn die verkeerslichten functioneel. Maar als je inderdaad midden in de nacht, in the middle of nowhere, voor een rood licht moet staan wachten, ja, waanzin. Doe ik ook niet. Dat lukt me gewoon niet. Nou ja, ja, ik kan dat dus ook niet. Wat door sommigen betiteld wordt als jeetje, weet je wel, dat je dat doet. Maar ik rij gewoon best wel vaak door rood, omdat ik het gewoon belachelijk vind. Dan denk ik, we hebben hier omgedraaid, zeg maar. We hebben doel en middel omgedraaid. Ja. Want het zijn eigenlijk middelen met als doel veiligheid. Ja. En terwijl we volgens mij heel veel van die middelen tegenwoordig gebruiken, ik weet niet waarvoor, om maar aan de regels te houden, omdat dat nou zomaar hoort. Ja, daar heb ik niks mee. Nee. Nee, en dat is kinderlijk. Want kinderen houden zich aan de regels. Kinderen moeten zich ook aan de regels houden, maar door de opgelegd door de ouders. En de ouders zijn de autoriteit voor kinderen, als het goed is. En dus kinderen volgen blindelings die regels. Ze kunnen niet anders. Maar als je volwassen geworden bent, dan volg je niet meer blindingsregels. Dan doe je dat wat juist is om te doen. Zelfs als dat tegen de normen en waarden is van de goede gemeente. Welke gemeente? De rest van de wereld, zeg maar. De goede gemeente? Ja, dat is een. Ik weet niet eens of het woord klopt, maar dat is een woord dat ik ken van vroeger. En wat in één keer in me oppopt. De goede gemeente. Volgens mij bestaat het wel. Okay. Maar ik ben wat ouder dan jij, hè? Nee, ik ken het niet. Oh ja, en welke ik ook heel geinig vond, was dat oordelen staat bij onvolwassenheid. Terwijl ik denk, nou, ik ben blij dat ik kan oordelen, want er zijn ook genoeg vrouwen die in mijn ogen niet kunnen oordelen, daarom naïef zijn. En dan denk ik, ja, dat had een blinde zien kunnen gebeuren. Als je even wat beter was geweest in je oordeel, dan was dat misschien niet gebeurd. Even, dat is dan wel weer een oordeel, dat weet ik. Ontkom je ook niet aan. Ontkom je niet aan in deze wereld van dualiteit. Maar ja, ik weet niet. Ik zie oordelen ergens wel als functioneel, als, ja, ik heb het toch wel ergens betiteld als, nou ja, een gezond oordeel is volgens mij hartstikke gezond. Laat ik het zo even zeggen. Dus ik ben nieuwsgierig van wanneer wordt een oordeel ongezond, onvolwassen. Ja, nou, heb je precies goed gezegd. Ik heb de oordelen onder onvolwassenheid geschaard, omdat we meestal bedoelen veroordelen.
Maar je hebt natuurlijk beoordelen van een situatie. Dat nuanceer ik ook, dat leg ik ook uit in dat hoofdstuk. Je hebt beoordelen en veroordelen. En beoordelen is, ik kijk of een wegveilig is om over te steken. Een hele zinvolle beoordeling. Hey, als ik dat eet, is dat wel gezond voor mij? Is dat wel goed voor mij? Een goede beoordeling. Als ik een relatie aanga met die persoon, is dat wel gezond voor mij? Dat is een beoordeling. En dat doe je constant. En dat is ook een heel evolutionair noodzakelijk. Hè? Ja. Want als we niet kunnen beoordelen, kunnen oordelen, dan overleven we het niet eens. Maar het hierop gaat natuurlijk over het veroordelen. En het veroordelen zegt onmiddellijk wat over jezelf. En het vooroordelen zit heel vaak, misschien maar altijd, een kindstuk onder, een kindpijn. En in de ander zie je dan eigenlijk, dat projecteer je onbewust, in de ander zie je dan iets wat je bij jezelf nog niet zien wil. Ja, dat is echt een typische voorbeeld van projectie. Bij de ander zie je, heb je een oordeel over van, een ASO is dat zeg. Poh, je hebt er een oordeel over, als je het op zo'n manier zegt. Dat betekent dat, maar welk stuk van asociaal gedrag in mezelf wil ik nog niet aankijken, heb ik niet aan kunnen kijken. Dus dan ben je iemand aan het veroordelen. Als iemand zich gedraagt op een manier die asociaal is. En ik zie zo wel, wat dit doet is behoorlijk asociaal eigenlijk. Dan is het meer een waarneming en een beoordeling. Maar als je zegt van, jee, wat een asociale eikel zeg. Ja, dat is dan meer een vooroordeling. En dat zegt wat op mij. Dus het ene is waarneming en die waarneming interpreteer ik. En daar vind ik dan wat van. En het andere is echt dat ik dit doe en ik vind er echt iets heftigs van. Er zit altijd een secundaire emotie onder. Dus als je zou kunnen zeggen, als je iemand beoordeelt of veroordeelt in zijn toetssteen, gaat het met een secundaire emotie geplaatst. Een boosheid, een norsigheid, een weet ik veel wat. Of wordt het gewoon vrij neutraal waargenomen. Dat eigenlijk. Ja, mooi bruggetje, want ik hoor je nu even snel zeggen, dus het is eigenlijk een secundaire emotie. Hebben we dan ook primaire emoties? Zeker. Primaire emoties zijn de meest natuurlijke emoties. Een dier waar iemand komt te overlijden van mij en ik moet huilen. Er is heel veel verdriet. Dat is een primaire emotie, dat verdriet. En het kenmerk van de primaire emotie is dat het ruimte geeft. Hè, het brengt iets in beweging. Het duurt meestal vrij kort. Het kan ze wel vaak herhalen nog, maar het is kortdurend. Het is vaak ook vrij heftig. En andere mensen die die emotie meemaken, worden er ook in meegenomen, worden door bewogen. Als ik nou in mijn familie geleerd heb, mannen huilen niet, dan kan die emotie die er wel is, die mag er niet zijn. Dus die onderdruk ik. En die onderdruk ik, en dat wat het onderdrukt, noemen we vaak een secundaire emotie. En dat kan bijvoorbeeld boosheid zijn. Een boosheid is heel makkelijk. Het is veel makkelijker om boos te zijn over iets dan om verdrietig te zijn, om die pijn te voelen. Dus hoe meer die primaire emotie, die primaire pijn weggestopt is, hoe hardnekkiger en sterker die secundaire emotie komt. En het kenmerk van een secundaire emotie is dat die je leven lang kan duren. En in iedere situatie weer opgeroepen kan worden. Alles om maar te vermijden dat jij die pijn voelt. Nou, en wat ik ook wel een heel geinig verschil vind, is dat zo'n secundaire emotie, als je daarmee te maken krijgt, dat echt, die mensen die wil je heel graag vermijden. Want dat op een hele aparte manier zuigt dat energie of zo. Klopt. Maar hoe, dat is ook zo apart eigenlijk. Nou ja, het is eigenlijk normaal, want hij onderdrukt iets en dat voel jij. Jij voelt onbewust dat er iets onder zit, dat iets niet klopt in de emotie die geuit wordt. Plus de emotie roept ook al op in jou dat je eigenlijk iets aan de situatie wil doen. Maar die personen willen niet dat er wat aan die situatie gedaan wordt, want ze willen die pijn afdekken. Dus alle inspanning, alle woorden die jij gebruikt om iemand op een ander idee te brengen, die worden eigenlijk ook van tafel geveegd. En op een gegeven moment denk je, laat maar. Maar er zit ook altijd iets kindelijks achter, hè? Iets zuigends, iets behoeftigs zit erachter. Ja, en dat is heel vermoeiend. En heel veel mensen die zitten bijna constant in een secundaire emotie. Door het minste geringste wordt de secundaire emotie geraakt. Constant boos, constant norsig, alle soort dingen. Verdriet kan ook een secundaire emotie zijn. En iemand om het minste geringste heel erg verdrietig is. En dat kan ook. Dat kan ook een secundaire emotie zijn. Daaronder kan bijvoorbeeld een diep gevoel van machteloosheid zitten. En dat is dan het primaire eigenlijk. Het is zo, emoties zijn best complexe materie bij mensen. En hoe dichter iemand bij zichzelf is, hoe meer volwassen iemand is, hoe minder last die persoon heeft van secundaire emoties. Die komen dan bijna niet meer voor. De enige emotie die dan zijn is primair.
En ook boosheid kan een primaire emotie zijn. Ja, stel, jij valt mij aan, fysiek, dat hoop ik niet met jouw conditie, maar fysiek of verbaal, dan kan ik grenzen stellen. En dan kan ik boos worden. Maar die boosheid is functioneel. Die is om grenzen te stellen. Oh, tot hier en niet verder. Is dat gebeurd, is de aanval afgeslagen, verdwijnt die boosheid weer. Want het is namelijk niet secundair, hij is primair. Hij was in het moment, functioneel, en dan is hij weer weg. En als dan even wat adrenaline uit mijn lijf moet, nou ja, dan trilt dat een beetje uit mijn lijf en dan is het weg. Ja, en zo'n secundaire emotie, dan ben je een week later als iemand er dan... of dan vertel je dat verhaal 1000 keer. Ja, exact. En dan komt het weer en weer en weer en weer. Exact, ze krijgen er geen genoeg van. Ja, precies dat. En dat is echt zo'n ongelooflijk kindstuk. Ja. Maar stel je voor, jij komt in aanraking met iemand die heel erg in zo'n secundaire... of heel veel eigenlijk primaire emoties onderdrukt. Want dat is eigenlijk dus wat er dan gebeurt, als ik het goed begrijp. Hoe ga je daarmee om? Wat... Niet. Niet. Daar hoef ik niks mee. Die vermijd ik. Waarom zou ik mijn tijd en energie steken in mensen die graag hun secundaire emotie willen leven? Tenzij het iemand is die naar zichzelf kijken wil. En dan voor een opstelling komt, hè, mijn werk daarvoor komt bijvoorbeeld. Ja, dan, als ze dan op een gegeven moment naast mij zitten in een secundaire emotie, dan kijk ik of ik ze eerst of in de opstelling in een primaire emotie kan krijgen. Een klassiek voorbeeld hiervan in de opstelling is het kind, de cliënt, de volwassen cliënt, die heel boos is op de moeder. Want ze heeft niet gekregen van de moeder wat ze nodig had. Dus heel boos op de moeder. En dan zet ik het tegenover haar moeder in de opstelling, een representant van de moeder. En dan zie ik aan haar en voelt ze ook van boosheid. Ik ben ontzettend boos op haar. Oké, zeg maar tegen je moeder, lieve mama, ik ben ontzettend boos op je. Ik ben ontzettend boos op je. Eigenlijk ben ik woedend. Ja, ik ben woedend. En even stil. Maar eigenlijk ben ik heel verdrietig. Woem. En dan zakken ze vaak meteen. En dan begint de lip te trillen. Dan zakken ze meteen in die pijn, in dat verdriet van de moeder die er niet voor hun kon zijn. En dan ben je in de primaire emotie. En dan kun je werkelijk helend aan het werk gaan. Want dat is die primaire emotie waar het echt om gaat. Nou ja, en dat, daar kun je goed mee werken. Maar mensen in mijn dagelijks leven... Als mensen mij met secundaire emoties lastigvallen, ja, dat komt eigenlijk nooit voor. Maar als het zou gebeuren, ja, die vermijd ik, dan loop ik weg of wat dan ook. Ja, ja, dus eigenlijk iemand die zegt van, volgens mij heb ik, nou, ben ik wat primaire emoties aan het onderdrukken. Want ja, ik heb patronen die zich herhalen of ik zit de hele tijd in hetzelfde. Of ik word heel makkelijk door iets boos of geraakt of wat dan ook. Ja, dan staat voor jou de deur open, zeg maar. Hè, als diegene echt hulp vraagt. Ja. Ja, dan en anders gewoon vermijden. Absoluut. In dat eerste geval staat mijn deur wagenwijd open. Want ik vind niks mooiers dan iemand te ondersteunen, bewust te worden. En daardoor te groeien en daardoor volwassen te worden. Dat vervult mij om dat te doen. En waar het de ander goed gaat, die daarnaar kijkt. Ja, ik ben de ander en de ander ben ik. Dus dat vervult mij. Maar iemand die mij alleen maar belast, nee, die vermijd ik absoluut. Waarom zou ik überhaupt tijd besteden aan zulke mensen? Totaal geen nut. Pas als ze bereid zijn zelf om ergens naar te kijken, die bereidheid hebben naar binnen te gaan, ja, dan geef ik alle ruimte. Ja. En zou je dat advies aan iedereen geven? Ja. Ja, vermijd vooral mensen die boos op jou worden, die norsig zijn, die nurks zijn, die alles op jou afreageren, vermijd ze vooral. Hun boosheid heeft niks met jou te maken. Hun strijd heeft niks met jou te maken, maar het is een strijd tegen zichzelf. Dus vermijd dat alsjeblieft. Levert je niks op. Maar vervolgens wel mild blijven, denk ik dan, want ze doen het niet met opzet. Anders zouden ze wel veranderen. Ja, heb je helemaal gelijk. Een hele mooie die je zegt. Blijf altijd met mildheid in dat kijken. Realiseer je dat ze doen op dat moment het enige is wat ze kunnen doen. Ze zien geen andere mogelijkheid nog. Ze zien ook geen mogelijkheid om de blik naar binnen te werpen. Hè, dus dat is zo. Dus heb geen oordeel over ze, maar begrens wel. Want dat is een heel groot verschil. Hè? Je kan prima in iemands pijn zien en iemands onmacht zien en de woede en alles wat op jou geprojecteerd wordt. Dat kun je zien. Dan kun je ook, nou ja, misschien zelfs met mededogen naar kijken, maar je begrenst het wel. Want het heeft geen enkele zin als je dat toestaat. Dat levert die persoon niks op. De begrenzing levert die persoon veel meer op. En het levert jou niks op. Alleen veel mensen, en dan ook een kindstuk, hebben niet de moed om zichzelf te begrenzen. Ja, om de ander af te grenzen. Dat is ook weer een kindstuk.
Want volwassen mensen die staan niet toe dat de onbewustheid van andere mensen jou beïnvloeden. Daar staan ze gewoon niet toe. Waarom zouden ze? Nee, ja, heel herkenbaar. Dus mooi. We gaan weer naar ons lijstje, want ik vind hem... ja, het was pagina 3 of zo. En toen was het al smullen, zeg maar. Dus dat is leuk, van dat nieuwe boek. Welke ook bij onvolwassenheid stond, was trots. Ja. En nou, wij kwamen hier binnen en de vorige keer dat je hier was, had ik een heel team om dit allemaal te regelen. En nou, dat had heel veel voordelen, maar dat had als nadeel dat ik niet meer flexibel was. En dat, ja, dat had toch een, ja, dat perkte mijn vrijheid in. En als er dan een Elmer Hendrik zegt, die zegt, nou, ik wil eigenlijk wel om 7 uur afspreken. nu ik het allemaal zelf doe, kan dat. Kunnen wij hier gewoon in alle vroegte zitten? En dus nu doe ik alles zelf, even tussen haakjes. En ja, trots, ik heb echt moeite met dat woord. Ik voel altijd heel veel weerstand. Maar het neemt niet weg dat ik het ongelooflijk vind en ook wel gaaf dat ik het nu allemaal zelf kan. En dat wij hier zitten en dat ik die knopjes zelf bedien en nou ja, dat met bloed, zweet en tranen die podcast nu bijna, nou ja, een niveautje heeft. Trots, je snapt het. Wat is het verschil tussen trots en toch wel het op een of andere manier gaaf vinden dat dit is gelukt? Ja, trots houdt per definitie altijd verband met het ego. En het is niet erg, hè? Dus het is niet erg om... Niks is erg in die zin natuurlijk. Het is niet erg om daar trots op te zijn. Maar vraag je af of je trots bent uit iets van... Hé, maar dit heb ik gepresteerd. Of meer dat je blij bent en dankbaar bent dat dit zo heeft kunnen lopen. Dat het zo gebeurd is. Dat is een heel groot verschil. Ik weet nog toen ik in de techniek werkte en mijn toenmalige baas, overigens een van de eerste volwassen baas die ik ooit gehad heb, was wel heel leuk. Die zei tegen mij van tijdens het functioneersgesprek, Elmer, waar ben je nou trots op? Ik zei, trots op? Ja, welk van je projecten je afgerond hebt? Ik zei, ik zou niet weten. Bijvoorbeeld dit en dit project, hoe dat gelopen is. Ben je daar trots op? Ik zei, nee, gevoel van trots ken ik niet in die zin. Ik zei, ik vond het een ontzettend leuk project en hij is mooi afgerond en daar ben ik blij om en ik ben er dankbaar voor. Maar ik zou niet weten hoe trots moet voelen. Dat meen ik oprecht. Ja, hoe kan ik nou trots zijn? Ik weet niet wat dat is. Ik weet wel wat het is van om de plezier te hebben in het project. Als het mooi afgerond is, om daar blij om te zijn, om dankbaar te zijn voor alle hulp die ik erin gekregen heb. Dat kan ik voelen. Trots is voor mij zo abstract wat dat betreft. Ja, maar wat is er dan mis met trots? Ik ken heel veel ouders die zijn trots op hun kinderen. Wanneer riekt het naar onvolwassenheid en wanneer is het een uitnodiging om eens naar jezelf te gaan kijken? Dus wat? Ja. Ouders die trots zijn op hun kinderen, als ze dat zien als hun eigen prestatie, dan zit er een ego achter. Als ze trots zijn op hun kinderen vanuit blijdschap en dankbaarheid, en ze noemen dat trots omdat het woord er nu eenmaal bestaat, dat ze dankbaar zijn voor hun kinderen, dat ze er blij mee zijn, vreugde aan beleven, dat is heel iets anders. Maar zodra ze denken dat het hun prestatie geweest is, dat die kinderen zijn zoals ze zijn, dan zit er een stukje ego achter. En wat ik net al zei, dat is niet erg, maar het is handig op jouw groei naar volwassenheid om dat ook te onderzoeken voor jezelf. Maar hé, wat betekent trots eigenlijk voor mij? Is dat een ego-stuk? Is dat iets van wat ik gepresteerd heb? Of is dat eigenlijk toch meer het gevoel van blijdschap, van dankbaarheid en dat? Het is eigenlijk een uitnodiging. Dat hele boek is een uitnodiging tot zelfonderzoek. Ja, dus alle aspecten die ik noem ook, soms klinken ze vrij scherp, maar het is alleen maar bedoeld om je uit te nodigen om dat te gaan onderzoeken voor jezelf. Ja, want als ik het dan goed hoor, dan gaat het er jou eigenlijk om, zeg maar, om je identiteit los te koppelen van je eigen waarde en ook je prestaties los te koppelen van je eigen waarde. Dus dat je meer een beetje erkent van, nou, dat het dus geen vrije wil is eigenlijk. Dat het, klopt het, zie ik het ja, zo? Ja, voor mij, ik had het niet mooier kunnen zeggen. Zeker, ik ben het helemaal met je eens. Wat we natuurlijk doen, wat misschien mens eigen is, we identificeren ons onmiddellijk. En we identificeren ons vooral met die aspecten die we heel fijn en mooi vinden en geweldig vinden. Maar identificatie is ook
En dat beschrijf ik ook in het boek. Mensen die constant met van alles identificeren, is ook een kindstuk. Volwassen mensen die zijn steeds meer bezig met desidentificeren. Identificaties los te maken. De identificatie met de gedachte over wie je bent. Over de identificatie over wat je gedaan hebt. De identificatie met je gedachtes. Dus hoe meer je in staat bent om identificatie met los te maken, hoe meer je uiteindelijk uitkomt bij het wezen, je wezen wie je bent. Dus er vallen steeds meer sluiers van je af dan. Steeds meer veronderstellingen, overtuigingen, ideeën, getraumatiseerde delen. Die laten zich los van jou, waardoor je steeds meer bij je authentieke zelf uitkomt. Wat je in essentie bent. En dat vraagt het proces ook van desidentificeren met. Wat voor mij heel erg handig daarin is geweest, is alleen al het taalgebruik. Ja. Als iemand anders bijvoorbeeld een blog op mijn website zet en die zet daar, nou bestel mijn boek. Dan voel ik al heel veel weerstand. Dan denk ik altijd, nee, dat is niet mijn boek. Het boek. Dat is het boek. Ja. Dus taalgebruik, dus de hele tijd goed opletten. Wanneer gebruik ik of mijn of heb ik gepresteerd of weet ik veel wat. Neemt niet weg dat je er soms niet onderuit komt. Want als mensen dan vragen, oh, jij roeit. En ik ga zeggen, ik roei wel eens. Dan voelen ze ook wel van, ja, dat klopt niet helemaal, nee, weet je wel. Ik roei wel eens. Dus dan moet ik toch op een of andere manier zeggen van, dat doe ik inderdaad serieus tussen haakjes. En je bent kampioen. En ik heb die titel behaald. Ja. Dan moet ik dat toch wel zeggen, dus je komt er niet helemaal onderuit. Dus voor mij was taalgebruik heel erg helpvol om dat te trainen. Wat geef jij echt als tool mee om die identificatie los te... dat je stopt met van alles en nog wat identificeren? Ja, nou, mooi al wat je zegt van dat je er bewust van bent. Ik ben dit, ik ben dat. Hè, dat ik ben boos. Hè, dat is al zoiets van, nee, dat is niet ik ben boos, er is boosheid. Alleen in ons taalgebruik, het wordt wat lastig, denk ik, als je probeert het woordje ik heel krampachtig te vermijden. Maar het belangrijkste natuurlijk, als jij realiseert, als je zegt van, ja, ik kano en ik heb medailles gehaald daarin, dan verwoord je gewoon feiten. En als je die feiten krampachtig gaat vermijden, dan zit daar ook iets achter. Hè? Dan wordt ook gevoeld, dat voelt ook ongemakkelijk. Precies. Dus je kan prima verwoorden, ja, ik ben kampioen geweest, of ik ben nog steeds kampioen, of ik ben weer kampioen geworden. Als daar zoiets achter zit van, ik ben weer kampioen geworden. Ja, dat is natuurlijk ego. Maar als jij blij bent en dankbaar bent en het leuk vond dat je kampioen geworden bent, hè, en omdat je inspanning, je passie geleefd hebt, ja, daar is niks mis mee. En door het leven van jouw inspanning en je passie ben je kampioen geworden. Dat vloeit eruit voort. Nou ja, niet zo belangrijk, maar het moet wel genoemd worden, anders ga je het krampachtig vermijden. Ja. En dus je zou kunnen zeggen, als je probeert te realiseren zonder dat je het woord gebruikt, in plaats van ik ben boos, er is boosheid. Dus ik zeg van ik ben boos, maar ik realiseer me er is boosheid. Dat scheelt al alles natuurlijk. En de stap die ertussen zit vaak nog is van, ik voel me boos. Er wordt boosheid ervaren in het lichaam. En uiteindelijk is het alleen maar, er is boosheid. En dan zit er geen ik meer aangekoppeld, geen identificatie meer. En dat kan gewoon zo zijn, terwijl je toch het woordje ik gebruikt. Ja, dat was echt een van de belangrijkste lessen die ik van Eckhart Tolle leerde. Dat heb je misschien zelf ook wel ervaren in je leven. Vroeger was dat bij mij 1-op-1. En toen hij vertelde van, nee, jij bent de waarnemer. Dus jij bent degene die dat kan observeren. Toen ontstond er voor mij ruimte. Oh, geinig. Inderdaad, want ik kan... Hè, want anders zou je niet weten dat je boos bent. Ik ben boos. Er is dus iets wat dat kan zien. Ja. En door dat ineens te realiseren, ontstond er ruimte. Nou, dat was echt dag en nacht verschil. Ja. Ja, en dat is precies de desidentificatie. Want dat wat waarneemt is bewustzijn. En wij kunnen ons bewustzijn als mens, wij kunnen ons bewustzijn van dat bewustzijn. En dus, maar dat bewustzijn, wat zich bewust is van dat bewustzijn, dat is bewustzijn. En dus, het is eigenlijk een soort cirkeltje, zou ik maar zeggen. En als je dat realiseert... In je boek maak je dat ook met beelden heel mooi duidelijk. Dus als je denkt van, wacht even, dit gaat nu te ver, dat cirkeltje. In het boek staat dat ook heel mooi met tekeningen. Ja.
Maar goed, bewustzijn van bewustzijn, cirkeltje. Ja, dat bewustzijn, wat zich bewust is van bewustzijn, is bewustzijn. Maar het is heel simpel eigenlijk, maar je moet het eventjes zien. In essentie is er alleen bewustzijn. Ja, alles is bewustzijn. En wij zijn een verschijningsvorm, een tijdelijke verschijningsvorm in dat bewustzijn. Dat bewustzijn is dat wat waarneemt. Het neemt door ons heen waar. Dat beweegt ons en het neemt tegelijkertijd waar. Hoe minder wij ertussen zitten met onze ideeën, overtuigingen, met onze identificatie met, hoe vrijer dat bewustzijn de wereld in kan stromen en kan waarnemen. Het kan manifesteren en kan waarnemen. En omdat het ons meeneemt in die beweging, ervaren we dat als enorm vervuld zijn. Want wij zijn in essentie dat bewustzijn. En er zit er steeds minder tussen. En natuurlijk zit altijd ons lichaam ertussen nog met onze zintuigen. Dat is onvermijdelijk als mens zijnde. Maar als uiteindelijk alle identificatie, desidentificatie plaatsgevonden heeft, is er alleen nog maar dat. Maar dat vraagt wel een zeer hoge mate van volwassenheid. Ja, goed, maar daar gaan we gewoon even voor. Oh nee, dat kan helemaal niet. Nee. Want je best doen staat bij onvolwassenheid. Ja, die vond ik ook leuk. Want hoe vaak hoor je wel niet de hele dag door van, ja, je kan niet meer dan je best doen. Dus doe nou maar gewoon je best. Je kan niet meer dan je best doen. Kijk maar eens naar je dag, hoe vaak dat gezegd wordt. Ja. En jij hebt je best doen bij onvolwassenheid gezet. Ja. Dus dat is een leuke. Ja. In mijn beleving, ik weet niet of het zo is, maar wij zuchten nog een beetje onder honderden en honderden en honderden jaren christendom. Ja, met die hele moraal van het christendom. Je brood en de zweet des aanschijns verdienen. Je moet hard je best doen. Je moet dit, je moet dat. Allemaal moeten vanuit het christendom. Dat zit nog steeds een beetje in ons collectief. Waar het om gaat, wat mij betreft, is dat je je leven met vreugde leeft. Dat je de dingen doet die jou vervullen, die je leuk vindt. En als je ergens een passie voor hebt, dan hoef je niet je best te doen. Dan doe je gewoon wat je doet. En voor de buitenwereld kan het je uiterste best doen lijken. Maar je doet gewoon wat je doet, maar het leuk vindt. Maar je best doen, als het een opgelegd iets is, van ja, je moet wel je best doen. Je moet beter je best doen. Waarom zou je beter je best doen? Als je doet wat je leuk vindt, doe je dat? Kijk naar kinderen die aan het spelen zijn. Die hoeven echt niet te zeggen van je moet beter je best doen. Nee, die gaan helemaal in hun spel op. Die beleven vreugde en plezier aan wat ze doen. Alleen er komt een moment, ja, omdat in onze maatschappij nu eenmaal volstrekt onvolwassen is, kunnen we rustig vaststellen, dat die kinderen gestuurd moeten worden, moeten studeren, dingen moeten doen die ze misschien helemaal niet leuk vinden. Dus eigenlijk de natuurlijke ontwikkeling van een kind, zoals het kind dat vanuit eigenheid wil, die wordt gestuurd. En een kind kan nog steeds prima, als men eigenheid ontwikkelt, belangstelling krijgen voor talen, belangstelling krijgen voor wiskunde, belangstelling krijgen voor techniek. Maar het moet vanuit een eigenheid zijn. En dan hebben ze er ook vreugde in. Maar wij worden al zo jong in een schoolsysteem gezet, wat gebaseerd is op onvolwassenheid. Nou ja, met alle gevolgen van dien. Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren. Waarom vind jij ons schoolsysteem onvolwassen? Omdat het van buitenaf komt. Het komt niet van het kind zelf uit. Ja. Ja, en dan snap ik ook ineens dat je best doen om de hoek komt kijken. Want ja, je vindt het KUT, het heeft niet je interesse, het heeft niet je passie. Maar ja, om nog een beetje een mens te zijn, moet je wel een voldoende halen. Ja. En dan moet je inderdaad wel je best gaan doen om zo'n toets, hè, om op tijd door dat hoepeltje te springen. Ja. Om dat een beetje netjes te doen. Dus daar, ja, ik snap het nu. Ja. Daar komt ineens je best doen. Dus je best doen, Dat ik snap dat helemaal, want ik hoef ook niet voor alles wat ik leuk vind mijn best te doen. Nee. Dat doe ik gewoon. Maar als ik iets moet doen wat ik niet leuk vind, maar ik moet het op een of andere manier toch halen, want anders leid ik gezichtsverlies of zo. Ja. Ja, dan moet je gaan pushen, forceren, doorbeuken, doorzetten, vastpakken, ja, tanden op elkaar, schouders eronder. Precies dat. Okay. Ja, geweldig. Heel mooi gezegd. Precies dat. En welke ik, nou, die ook mij echt als muziek in de oren klonk, dat waren de tradities. Dat kinderlijk is. Nou, ja. Ik heb zo'n ongelooflijke bloedhekel aan tradities. Het is misschien een oordeel hoor, hartstikke kinderlijk hoe ik dat zeg. Maar al die onzin van een kerstboom in huis, of je ineens klem gaan eten aan oliebollen, of je kind voorliegen omdat het Sinterklaas is en daarmee allemaal gehoorzaamheid afdwingen. Ja, ik kan er niks mee.
Dus ik heb ook al heel jong, ik weet nog 15 denk ik dat ik was, dat ik bij mijn ouders die kerstboom het huis uit heb gekregen. Wat een onzin. Ga je massaal met een heel land een boom kappen en die in je huis zetten? Dat vinden we dan ineens heel gezellig. Ja, ik heb er niks mee, dus let's go. Waarom zijn tradities, tenminste daar denk ik aan bij tradities, waarom zie jij dat als onvolwassenheid? Omdat tradities niks te maken met de flow van het leven. Het leven wil evolueren, wil groeien. Ieder individu wil groeien, wil evolueren, wil de passie volgen. En een traditie die remt dat af. Een traditie zegt van, nee, nu moet je dit gaan doen. Nee, zo doen wij het hier. Ja, dit doen we nu eenmaal. En dan moet je aan conformeren. En als je onvolwassen bent, conformeer je eraan. Want kinderen conformeren ze er nu eenmaal aan. Zo doen wij het hier. Kinderen kunnen niet anders. En er is ook een hele mooie uitspraak van iemand, ik ben vergeten wie dat was, die zei, tradities bestaan om te voorkomen dat de kinderen boven de ouders uitgroeien. Ja, zo van, ja, kinderen mogen niet groter worden dan hun ouders uiteindelijk. Dus de tradities, die houden ze allemaal netjes op de plaats. En nou is een traditie als kerst, nou ja, nog redelijk onschuldig in die zin. Maar het is een traditie. En ik beschrijf ook in het boek de doffe ellende die mensen al weken voor de kerstdagen hebben. Oh mijn god, moeten we eerst de kerst aan jouw ouders? Moet de tweede kerst aan mijn ouders? Ik heb er geen ruk zin in. Ja, maar goed, ja, je kan ook niet gaan. Hoezo, je kan ook niet gaan? Natuurlijk kun je wel niet gaan. Dat is een keuze. Die ruimte heb je. Maar als je nog in dat kindstuk zet, dan voel je die keuze niet. Ja, maar ze vinden het zo leuk. Ja, maar jij vindt het niet leuk. Waarom doe je het dan? Ja, je moet ook een beetje om de ander denken. Nou, denk maar eens eerst aan jezelf. En als je eerst goed aan jezelf denkt, van daaruit ga je de juiste keus maken. Want en dan ga ik je in de reden vallen. Kan het best zijn dat je wel naar je ouders gaat? Zeker kan dat zo zijn. Tuurlijk. Als je voelt het juist is om te doen, ach, ik ga nu even langs mijn ouders, want het voelt goed voor mij, is het juist om te doen, is daar niks mis mee. Als je het gaat doen vanuit een schuldgevoel, ja, dan ga je weer onderzoeken bij jezelf, hey, ik voel me schuldig en ja, ja, als ik niet ga, dan voel ik me zo schuldig, dan ga ik maar liever, want dan hoef ik dat vervelende schuldgevoel niet aan te kijken. Maar veel beter kun je gaan onderzoeken, maar waarom voel je je schuldig? Wat maakt jouw schuldgevoel aangewakkerd wordt? Want schuldgevoel is vaak ook een opgelegd iets. Dus als je zo geconditioneerd bent of gemanipuleerd bent, ik zeg dat heel onvriendelijk, door je ouders van, ja, maar je moet wel komen. Ja, je moet wel komen, want ja, anders zitten we ook maar alleen. Ja, dan ga je schuldig voelen door het niet te doen. Maar je helpt ze er niet mee, want je haalt ze niet uit hun eenzaamheid. Want ze zijn eenzaam en dat heeft niks te maken met alleen zijn. En die eenzaamheid is ook weer iets wat ze van binnen ervaren. En daar kun je ze niet mee helpen. Dat is hun lot. Daar moeten ze zelf naar kijken, zelf mee omgaan. En als ze dat vermogen niet hebben, ja, is dat heel pijnlijk. Maar hun eenzaamheid kun je niet verzachten, ook al kom je 10 keer per dag langs. Ja, bijzonder is dat. Ja. 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 Nou, dat is een beetje hetzelfde. Dat als iemand die onzeker is, zeg maar, of een minderwaardigheidscomplex heeft, om het even grof te zeggen, dat hoeveel complimenten je daar ook in stopt, het is in een bodemloze put. Precies. Precies. Ja. Maar als ik het dan goed begrijp, stel je voor we maken Elmer Hendricks minister-president, dan gaat iedereen gewoon zelf bepalen wanneer hij op vakantie gaat. Dus we kappen we al die stomme vastgelegde feestdagen, dat schaffen we af. Alle vastgelegde vakanties schaffen we af. Schoolsystemen gaat er heel anders uitzien. Klopt het een beetje wat ik zeg? Nee, want als ik minister-president zou worden, en dat zal nooit gebeuren, want ik heb niks meer politiek, maar ik heb ook die kwaliteiten niet trouwens. Je zal toch ook al wat kwaliteiten moeten hebben. Niet alleen jij dient volwassen te zijn, maar de wereld om je heen ook. En jij kan volwassen zijn, maar als de maatschappij waarin jij leeft onvolwassen is, dan kun jij wel zien wat het juist is om te doen. Dan kun je wat perspectief hebben, maar ja, je kan het niet in het leven roepen. Je kan het alleen maar zelf leven en hopen dat uiteindelijk voldoende mensen zelf gaan leven. Dat er een soort massa ontstaat waardoor andere mensen uitgenodigd worden en meegenomen worden om ook die groei door te maken. Meer kun je niet doen dan dat. Wauw, dus eigenlijk zeg je nu ook hier helemaal van lead by example. Dus doe gewoon zelf waar je zin in hebt. Ja. Probeer voor zover je daar invloed op hebt je mooiste dag te leven, zeg maar. Ja. Of gewoon een goede dag te leven. Het hoeft ook eigenlijk helemaal niet bijzonderder dan dat. Precies. Gewoon een goede dag leven. Doe gewoon lekker waar jij denkt dat je je goed bij voelt. Onderzoek dat. Je lichaam is je toetssteen. En ja, wat de rest dan doet, Dat is aan de rest. En dat is helemaal aan de rest. Waar je invloed op hebt, is op wat jij doet, hoe jij denkt, hoe jij voelt. Op je omgeving heb je geen invloed. Je hebt wel invloed
als jij inderdaad jezelf het onderzoeken bent en bent aan het groeien, geeft het al invloed op je omgeving, onvermijdelijk. En dus wat ik ook altijd aangeef, ook in de opstellingen, jij, zeg ik dan tegen de cliënt zo, jij bent de belangrijkste persoon in de hele wereld. Niemand komt boven jou. Jij bent de hoogste autoriteit. Er is geen autoriteit boven jou. Jij bent de belangrijkste, jij bent de hoogste. Dus zorg op die manier ook goed voor jezelf. Want als je dat doet, geef je het voorbeeld aan anderen. Vooral aan kinderen. En wat ik ook altijd zeg, dan heb je een moeder die heel erg voor de kinderen wil zorgen. Dat is mooi, maar zorg eerst goed voor jezelf. Want wat leren de kinderen van jou? Jouw kinderen luisteren echt niet naar wat je zegt. Dat, als je kinderen hebt, dan weet je dat. Kinderen kopiëren jouw gedrag. Kinderen volgen jouw voorbeeld. Dus als jij heel goed voor jezelf zorgt, gebeuren er twee dingen bij de kinderen. 1, ze leren van jou dat het belangrijk is om goed voor jou te zorgen. En gaan ze ook doen. 2, je ontlast de kinderen, want de kinderen gaan niet voor jou zorgen. Maar mama kan prima voor zichzelf zorgen. Dus de kinderen hebben helemaal ruimte om kind te zijn. Maar ja, ook hier weer, eeuwen en eeuwen van christendom hebben gemaakt, nee, je moet jezelf wegcijferen. Nee, je moet eerst aan de ander denken. Je moet dienstbaar zijn. Maar je bent juist dienstbaar door heel goed voor jezelf te zorgen. Als jouw beker vol is en overstroomt, stroomt er vanzelf naar anderen toe. Als jouw beker vol is, kun je ook de anderen helpen daar waar het helpen gepast en zinvol is. Ja, klinken wij allemaal als muziek in de oren. Ik kan mij wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn die denken dat als egoïsme overkomt. Ja. Ik zie het ook echt. Je kan alleen maar schenken uit een beker die vol is. Dus zorg nou gewoon eerst dat je eigen tuintje mooi is en je eigen beker vol zit. Dat is het meest sociale wat je kunt doen. Maar voor mij is dat zo logisch. En voor mij is er geen andere optie. Maar kun jij je wel voorstellen waarom dat voor sommige mensen heel egoïstisch over kan komen? Absoluut. Absoluut kan ik me dat voorstellen. Omdat die mensen onvolwassen zijn. En ja, we leven nu eenmaal in een maatschappij die onvolwassen. We leven in een wereld die onvolwassen is. De meeste mensen zijn onvolwassen. En ja, natuurlijk denken die dan zo. Nee, ik zeg het verkeerd. Ze hebben er nooit over nagedacht. Ze leven hun leven zonder na te denken over hun handelen. Zonder na te denken, zonder hun gedachten te onderzoeken. Hun overtuigingen te onderzoeken. Terwijl het eerste wat je doet als je bewuster wil worden, is je eigen overtuigingen onderzoeken. Hé, ik denk dat het zo is. Maar is dat wel zo? Hoe weet ik dat het zo is? En hoe weet ik dat het klopt dat het zo is? Daar begint het al mee. Stel jezelf een twijfel. Durf te twijfelen. Ik vind twijfel een prachtige kwaliteit. Ja. Ja, mooi. We begonnen hiermee met je best doen. Ah, ja. En dan komen we nu bij de volgende, want die is daar wel heel erg aan gelinkt. Die ook gekoppeld wordt aan onvolwassenheid en dat is doelen stellen. Ja. En mensen komen heel vaak ook bij mij, want die denken, Janneke, de topsporter, nou die zal expert zijn in doelen stellen. Terwijl ik weet niet hoe het moet. En wat er voor mij in, ik zal even hoe ik dat beleef, is dat je dan eigenlijk gaat zeggen, ik wil dit van het leven en ik wil dat van het leven en het moet zo lopen en het moet zo lopen. Terwijl als je het wat omdraait, wat wil het leven van mij? Dat is alsof er een rugzak van 30 kilo van je rug afgaat. Maar desalniettemin heb ik natuurlijk wel doelen, want ik schrijf me in voor wedstrijdjes. Daardoor train ik consequent. Eet ik gezond? Tenminste, dat denk ik allemaal, dat dat aan elkaar gekoppeld zit. Ik zou dat denk ik sowieso doen, maar dus snap je? Je hebt doelen stellen en doelen stellen. Ja. Dat boek schrijven, ik ga met mijn laptop ga ik ergens in een kroeg zitten, in een gezellige koffietent, en ik ben de hele dag aan het schrijven. 'S Morgens stel ik als doel, ik ga daar zitten schrijven. Als ik met projecten werk, toen ik vroeger nog in de techniek werkte, ja, een project, je zet een project op, je stelt doelen. Dat zijn praktische doelen. Die je niet te stellen. Waar het mij om gaat is meer van die levensdoelen. Zo van, ik moet dit met mijn leven. En dat je een doel stelt en dat je daar dan gericht heen beweegt. In plaats van die rechte lijn te volgen, laat je bewegen door het leven. En kijk waar het leven jou heen beweegt. En tijdens die beweging, waar het leven jou heen beweegt, voel je, ah ja, dit voelt goed om te doen. En dan ga je daar een doel stellen, een praktisch iets, om iets te bewerkstelligen. Dat gaat eigenlijk bijna gedachteloos.
je gaat dat doen. Maar dan is jouw doelstelling, die volgt hetzelfde spoor als het leven van jou vraagt. Maar heel veel mensen stellen een doel vanuit, nou ja, altijd gehoord, ik moet goed mijn best doen. Altijd gehoord, als ik veel geld verdien, dan kan ik doen en laten wat ik wil. Dus ik ga die studie volgen en ik ga dat doen en ik ga later dat doen en ik ga dat doen. Dat soort doelen stellen, die zijn compleet tegen het leven in. Die zijn alleen maar vanuit het angstige ego om iets te willen bereiken. En die angstige ego wordt gevoed door die stem van buitenaf. Dat is de conditionering weer. Soms zelfs een indoctrinatie. En dan is jouw doelstellen niet meer in harmonie met wat het leven van jou vraagt. En over dat soort doelen stellen heb ik het. Maar hoe... Wacht even, dus we hebben eigenlijk... Ja, ik leerde van Eckhart Tolle, ik leerde iets anders. Hij zegt, je hebt altijd innerlijke doelen en uiterlijke doelen. Je innerlijke doel is precies waar jouw boek over gaat. Wakker worden. Je bewustzijn van psychotisch, van naar verwarring, naar volwassen brengen. Naar wijs brengen, naar eenheid brengen eigenlijk. Ja. En je andere doel, dat zijn uiterlijke doelen. Ja. En dat is spielerij. Ja. En hij zegt ook altijd, wat ik door heel veel spiriwiris, eventjes, dit is even lekker een oordeel, wel eens volgens mij gemisinterpreteerd zie. Want stel wel doelen in de zin van, speel het spel hier. Je mag echt wedstrijdjes starten en proberen als eerste over de finish te komen. En proberen om veel geld te verdienen en een groot huis te kopen om erachter te komen dat het nergens op slaat. Maar speel het spel, doe het. Ja. Dus ik leerde van hem innerlijke doelen, uiterlijke doelen. Jij zegt eigenlijk daar ook mee. Je hebt ongezonde doelen, onvolwassen doelen. Dat is... Die belasten, inderdaad. Oh, die zijn belastend. Ja. Ja, Eckhart Tolle zegt natuurlijk heel mooi. Het innerlijk doel is waar het leven jou brengen wil. Het uiterlijk doel is de vorm die het geeft. Hè, je doel stellen. Maar wat je net zei van veel geld verdienen, groot huis kopen, dat kun je als spielerij. Maar die spielerij is ervoor bedoeld om uiteindelijk tot ontdekking te komen dat het daar helemaal niet om gaat in het leven. Maar hoe mooi zou het zijn als je voor je met dat soort spielerij begint, dat al door hebt en van dat begin af aan je leven vreugdevol kan leven. Hè, zonder dat eerst tegen te komen. Alleen het punt is, heb je natuurlijk niet voor te zeggen. Dat gebeurt simpelweg. Ik heb ook, ik heb geluk gehad dat ik... Toen ik op kamers ging wonen, op mijn 17e, toen begon mijn leven pas. En ik heb alleen maar leuke dingen gedaan. Ik heb gesport, ik had mijn passie ervoor. En mijn bewustwordingsproces is pas na mijn 40ste gebeuren. In werking gezet toen ik mijn vrouw ontmoette. Ja, dat is vaak zo, dat een vrouw dat initieert bij een man. En toen mijn ontmoeting met haar en met familieopstellingen is dat proces in mij op gang gekomen. Maar niet omdat ik dat wilde, dat gebeurde gewoon. Dat heb ik niet zelf niet in de hand gehad. Ja, dus nu nog eventjes dan, hoe kunnen doelen wel helpend zijn? Dus wanneer zijn doelen helpend en wanneer zitten doelen je in de weg? Ja, doelen zijn helpend als je een gevoel hebt van, een heel simpel doel. Ik moet boodschappen gaan doen. Een doel staat even een boodschappenlijstje maken. Dat is helpend. Als je in de winkel staat, weet je niet wat je nodig hebt. Wat ik net zei over een project. Er moet een project opgestart worden. Nou ja, dan moet ik voorbereiden. Moet ik doelen stellen. Ik moet die aannemers gaan aanschrijven. Ik moet offerten maken. Ik moet offertes beoordelen. Dat zijn doelen die je stelt. Maar dat zijn hele praktische doelen in de dagelijkse gang van het leven. Natuurlijk procesdoelen. Sorry? Procesdoelen. Dat zijn eigenlijk procesdoelen, ja. Als je een natuurvolk hebt, die moeten voedsel hebben. Ja, die stellen als doel, ik ga nu jagen. Maar die worden bewogen door het leven. Hè? Het gaat erom dat je in dat, Eckhart Tolle zegt natuurlijk prachtig, je hebt het innerlijk leven, misschien zou je het spiritueel leven kunnen noemen, hoewel ik niet zo'n groot voorstander ben van dat woord, maar je wordt bewogen door het leven, je geeft je over en je laat je verrassen door het leven. Wauw, als ik een doel gesteld had, was ik daar gegaan. Maar ik laat mijn doelen los en dan kom ik hier terecht. Wauw, dat had ik nooit kunnen verwachten. En dat geeft vreugde. En dus dat verschilt tussen doelen stellen eigenlijk. Het ene brengt je vreugde, dus je laat je bewegen door het leven en dat beweegt je ergens heen, doelloos. Want als je een doel stelt, dan verdwaal je eigenlijk. Er is een hele mooie uitspraak van de ene Joris Vinke. Die zegt, hoe zei hij dat ook alweer? Alleen op het pad van mijn verwachtingen kan ik verdwalen. Doelloos loop ik altijd de juiste weg. Nou, die is precies wat het is. Wauw. Ja. Heel mooi. Ja. En dan de laatste, van waar ik eventjes mijn wenkbrauwen waar mijn wenkbrauwen fronsen was. Zo binnen, zo buiten. Ja. Wat? Heel veel mensen leven aan de buitenkant. En vanuit overtuiging van de binnenkant moeten ze een uur voor de kapspiegel zitten.
Moeten ze zich helemaal opmaken? Moeten ze dit doen? Moeten ze bepaalde kleding dragen? Moeten ze zich op een bepaalde manier presenteren? En dat is allemaal buitenkant. En die buitenkant komt van een onzekere binnenkant. Die onzekere binnenkant wil die buitenkant maskeren. En dat is wat anders voor mij dan als je bij een of ander bedrijf werkt. Je zit in een hoge functie en je moet een pak dragen. Dat pak is gewoon werkkleding. Zoals een monteur een overall draagt, moet zo iemand een pak dragen. Want dat hebben ze nou helemaal afgesproken. Ook dat is natuurlijk een stukje van onvolwassenheid. Want er zit een formaliteit achter, er zit een regel achter. Terwijl, ja, informeel is het mooiste. Dat je gewoon dragen wat voelt of jou het juist is. En dat niemand daar wat van vindt. Maar ja, we zitten nu helemaal in een oordelende, onvolwassen maatschappij. Dus iedereen vindt er wat van. Ik weet dat toen ik de eerste keer naar mijn werk kwam. Was ik projectleider in een korte broek. Is zo herkenbaar dit. Ja, okay. Nou ja, ik kwam in een korte broek naar mijn werk en werd meteen gekeken. En mijn baas kwam aan het bedoel. Ja, dat kan niet. Het was zomer, warm. Ik zei, hoezo kan dat niet? Ja, je kan hier een korte broek kopen. Dat doen we hier niet. Maar zij loopt in een rokje. Ja, maar zij is een vrouw. Ik zei, dan moet ik morgen in een rokje komen dan. Dus ik vond het absurd dat ik niet in een korte broek kon komen. Ja. Ik deed het wel. Ik bleef het ook doen. Ze konden me niet ontslaan. Maar absurd. Waarom niet? Ja, zo doen wij dat hier nu eenmaal niet. Traditie. Geef het maar een naam. Absurd. Ja, absurd. Ik heb een keer in een korte broek en op slippers een lezing gegeven bij een bank. En dat was echt het eerste wat in de evaluatie werd genoemd. Dat ik zeg maar op slippers en... Ik zeg, als ik nou een lange broek aan had getrokken of een of andere pantalon en een paar dure schoenen. Ik zeg, dan was mijn verhaal toch precies hetzelfde geweest. Ja. Ik begin ook te stotteren. Dus, ik had nog een opdracht staan voor diezelfde bank. Dus toen werd er gezegd, van, ja, je moet de volgende keer wel schoenen aan en een lange broek. Dus toen heb ik de meest ordinaire Nike en Maxi's aangetrokken. Beetje protest. Ja, maar omdat het slaat toch helemaal nergens nee. op? Nee. Je kan ervoor kiezen dan om inderdaad toch te gaan omdat je de opdracht leuk vindt. Je kan ook kiezen om de opdracht te weigeren. Net wat passend is bij jou op dat moment. Maar ja, goed, in die waanzin leven we, hè? Zo simpel is dat. Wat ik ook in het boek beschrijf. Kinderen maken tutorials en leren ze andere kinderen hoe ze foundation moeten leggen, hoe ze het moeten opmaken. Wat een waanzin, alsof het daarom gaat. Dat is toch krankzinnig? Ja, oké, maar even het andere. kijk, ik heb me ook nog nooit opgemaakt, weet je wel. En ik kan mijn haar ook af en toe. Maar neem niet weg dat ik toch ook even een leuk... Ik kies deze van al die jasjes die daar hangen, kies ik deze uit. Want die vind ik het leukste. Hè, dus... Maar dat is wat anders. Oh. Mensen hebben nu helemaal een persoonlijke smaak. Mensen hebben de creativiteit in zich. Die creativiteit willen ze uiten. Dus als jij je wil uiten door bepaalde kleding te dragen, omdat je dat gewoon leuk vindt, dan vind je plezier, vind je creatief, ja, hartstikke mooi natuurlijk. Dan is het een uitdrukking van jezelf. Maar als jij niet de straat op kan van, ja, zonder dat je die kleding aan hebt, omdat je dan denkt van, hoe zien de andere mensen mij? En ja, dan wordt weer een ander verhaal. Ik ken echt mensen die niet de straat op gaan zonder make-up. En die zeggen, ja, ik doe make-up alleen omdat ik het zelf leuk vind. Yeah, right. Maar naar buiten gaan zonder make-up om even een boodschap te doen. Nee, voor een boodschap maken ze zich op. Ja, dan gaat het niet meer om van, dat is een uitdrukking van mezelf. Dan gaat het echt om van, hoe wil ik dat de andere mensen mij zien? En dat is gewoon een ego-stuk. Maar stel je voor, je herkent jezelf hierin. Je denkt, oh, ik zit inderdaad ook altijd met krampachtig wel de haartjes goed en de make-up op de juiste manier en de dure schoentjes en weet ik veel allemaal wat, want anders kan ik de straat niet op. Stel je voor, je herkent jezelf hierin. Wat dan? Nou ja, dan is het weer helemaal van die persoon afhankelijk. Heeft hij er last van? Gaat hij merken van, hé, maar dat wil ik eigenlijk niet? Nee, het zet me klem. Het is eigenlijk een zelfgecreëerde gevangenis. Exact. Nou, als die ervaring er komt, als dat gerealiseerd wordt, dan heeft iemand de mogelijkheid, het inzicht gekregen, het bewustzijn gekregen om te veranderen. Alleen moet die persoon ook wel de moed hebben om te veranderen. Want de hele wereld kent die persoon zo en nu is hij in één keer veranderd. En ja, maar waarom doe je dat nou? Ja, het voelt niet meer goed. Ja, maar je hebt het altijd zo gedaan. Ja, maar het voelt niet meer goed. Raar hoor. En dan kan het zijn dat je uiteindelijk niet meer bij die groep mensen hoort waar je altijd bij gehoord hebt. En dat je daardoor ook voelt, hé, heb ik die prijs ervoor over? Wil ik dat wel? Als je wil groeien, dan heb je die prijs ervoor over. Want het levert je uiteindelijk veel meer op. Als je bang bent om niet meer bij die groep te horen, dan geef je jezelf op en ja, verloochen je jezelf eigenlijk om bij die groep te horen. Ik weet nog wel heel leuk, toen
ik zo in mijn processen terecht kwam. En ik nou ja, inderdaad begon te groeien en andere inzichten kreeg. En die begon ik thuis te delen. Met mijn moeder thuis, mijn ouders thuis. En dan mijn moeder me echt zo aankeek. Ja, maar jongen, je was vroeger zo normaal. Ja, en daarmee bedoelde ze normaal volgens hun normen en waarden. Dus die was ik ontstegen, zo gezegd. En ik zag het hele andere inzichten. Ja, ze konden er helemaal niks mee. Maar ze was gewoon, ja, dat was ik niet meer. Nee, dat klopt, dat was ik ook niet meer. En je zegt wel iets leuks. Je zegt, je moet de moed hebben en je moet ook een bepaalde prijs betalen, zeg maar, ja, voor het afdoen van die maskers en die gevangenis. Ik vind het alleen wel leuk dat als jij gewoon jezelf blijft en je blijft gewoon lekker doen wat je leuk vindt, dan op een gegeven moment word je ook heel erg beloond of zo voor die echtheid. Voor dat het inderdaad niet erom gaat of je haartjes wel goed zitten of je de juiste kleding draagt, weet ik veel, allemaal wat. Hoe zeg ik iets geks? Nee, de beloning is enorm. De beloning is namelijk jouw essentie, jouzelf. En de uitdrukking daarvan, dat is je beloning. De volheid van het leven is jouw beloning. Je wordt niet meer geregeerd door de normen en waarden van de ander. Je wordt niet meer van, hé, maar zo moet ik doen, anders hoor ik er niet meer bij. Want dat is wat mensen hebben. Ze zijn bang om er niet meer bij te horen. Maar je hoort er nog wel bij. Je hoort überhaupt bij de mensheid. Je hoort bij het leven. Ik bedoel, je hoort overal bij. Als je bij jezelf hoort, als je bij jezelf thuis bent, ben je overal thuis. Dan heb je de ander niet nodig om dat te bevestigen. Je hebt nog steeds andere mensen nodig, omdat je een sociaal wezen bent. Dat zit in de aard van je mens zijn. Maar je hebt niet meer hun bevestiging nodig. He, dus dat is natuurlijk een belangrijk iets. Wat ook wel belangrijk is om te realiseren. Er zijn ook mensen die lopen naar buiten als een schroepetje boenk, haren alle kanten op, heel bewust. Ja, dat is ook een stukje ego. Want dat is een stukje weerstand tegen. En die volgen niet hun eigen pad, maar nee, dat ga ik niet doen. Mijn moeder vroeger ook zo mooi kon zeggen van, dan minder ze dat ik dat doe, maar doe ik het juist niet. Ja, dan die mensen uitstekend te manipuleren. Want dan doet ze niet haar eigen ding, nee, ze doet tegen de ander. Want de ander zegt van dat zij doen moet, doet zij juist niet. Ja, dan volg je nog niet je eigen weg. Dan ben je alleen maar laat je beïnvloeden door de ander. En daar gaat het natuurlijk om. Met zo binnen, zo buiten bedoel ik ook, als jij van binnen vrij bent, aanwezig bent in jezelf, dat je bent wie je op dit moment bent, dan zal ze dat ook uitdrukken naar de buitenkant. Mooi, mooi, helder. Dan kan ik deze namelijk even lekker wegleggen. Het is misschien niet helemaal een mooie brug, maar waar ik zo nieuwsgierig naar ben is, ja, had je nog een nieuwe ontdekking door het schrijven van dit boek? Of wat ik dan zelf wel echt kan hebben, dat er dan zo'n puzzelstukje, dat zweeft dan een tijdje rond en dan pats, ineens ligt hij op de goede plek, ja. Voor mij is dat echt pure vreugde. Maar had jij nog een nieuw inzicht of een nieuwe ontdekking door je nieuwe boek? Nou, eigenlijk een inzicht wat eigenlijk meer met mijn werk te maken heeft. Het systemisch werk, familieopstellingen. Is dat ik nu gewoon weet dat verreweg de meeste opstellingen, de thema's waar mensen tegenaan lopen, te maken hebben met wat wij dan het persoonlijk geweten noemen, het voelbare geweten. Dat is eigenlijk de manier waarop jij als kind volkomen geconditioneerd bent. Het zo doen wij het hier. En daar gaan de meeste opstellingen over. En dan vooral natuurlijk over de belastende patronen. Het kind wat alleen maar bestaansrecht gekregen heeft als het voor de moeder zorgde. Nee, je hebt een moeder die behoeftig is, emotioneel behoeftig, want heeft van de eigen moeder niet gekregen. Ik gebruik maar even als voorbeeld een moeder. Wordt een kind geboren en die moeder zorgt ervoor dat het kind voor de moeder zorgt. Want de moeder gaat halen bij het kind, wat de omgekeerde wereld is. He, want de moeder moet geven en ruimte geven aan het kind om zich te ontwikkelen. Dus de moeder is behoeftig, het kind voelt dat de moeder behoeftig is en kan niet anders dan voor de moeder gaan zorgen. Want als het kind dat niet doet, dan is mama verdrietig en boos. En dan is mama er niet. Maar als mama er niet is, dan is er niks meer. Dan ervaart het kind een doodsangst. Dus het kind zal, gaat allemaal onbewust, hè? Het kind zal voor de moeder gaan zorgen. Nou, dat wordt een patroon dat het kind zorgt voor de moeder, voor de behoeftige moeder. Het voelt dat het mag bestaan als het voor de moeder zorgt. Nou, dat patroon neemt het later, als het volwassen geworden is, neemt het mee in de rest van het leven. Niet alleen bij de moeder, maar bij iedereen die een aanspraak gaat doen aan die persoon. Oh, ik heb je nodig, ga je helpen. Want je voelt je, als ik niet help, dan komt die angst weer op van, ja, maar mijn bestaansrecht hangt er vanaf. Die mensen komen ook vaak aan de zorg terecht, hè? Die gaan anderen helpen, aan ondersteunen. Dat vinden ze fijn om te doen, want daardoor mogen ze leven.
En dat soort dynamieken, die kom ik nou in opstellingen heel vaak tegen. En die hebben voornamelijk te maken met dat persoonlijk geweten. Die gaan erover hoe ze geconditioneerd zijn. Dat is dat druppeltrauma wat ik in het begin noemde. Je moet dit, je moet dat, je bent niet goed, je moet beter je best doen. Dat, al die dingen, daar gaan de meeste opstellingen over. En dat is eigenlijk een inzicht wat ik gekregen heb door het schrijven van het boek. En een heel klein deel gaat over wat we onbewuste identificaties noemen, verstrikkingen. Maar dat is een heel ander kapitel. Wat was nou echt nieuw voor jou dan? Nou, de realisatie dat eigenlijk, de realisatie dat de meeste opstellingen over dat stukje onvolwassenheid gaan. Dat mensen die voor een opstelling komen, eigenlijk komen, onbewust, om te groeien. Om naar volwassenheid te bewegen. Dus opstellingen is voor mij een methode, een middel, een werkvorm om belastende patronen, al die lagen en die filters die voor je zitten, los te gaan laten, zodat je eindelijk je familie kan ontstijgen. En vroeger dacht ik ook, met dat persoonlijk geweten, dat dat gewoon een geweten was waar je hele leven, ja, dat was nu eenmaal het geweten wat je hebt. Maar nu weet ik ook, nee, dat geweten moet je ontstijgen. Je moet niet in de schoot van je familie blijven, je moet dat ontstijgen. En dat betekent niet dat je geen contact meer hebt met je familie. Of een oordeel hebt, inderdaad. Maar het betekent dat je niet meer hun belastende patronen volgt. Dat je niet meer volgt wat jou aangeleerd is. Maar dat je volgt wat je voelt, waar het leven heen bewegen wil. En als het compleet anders is dan jouw familie van jou vraagt, dan ga je dat doen. Zelfs als de familie jou daardoor buitensluit. Want als je die prijs niet wil betalen, dan blijf je in de schoot van de familie en dan blijf je in die belastende patronen en je verloochent daarmee jezelf. En word je dus niet volwassen. En dat is een orde natuurlijk. Hè? Het is niet goed of fout, het is alleen maar de consequentie van. Ja, wauw. Ja. Waar ik ook heel razend nieuwsgierig naar ben, is hoe staat volwassen worden eigenlijk in relatie tot je gezondheid? Eén op één volgens mij. Een volwassen mens kan zorgt goed voor zichzelf. En dat houdt voeding in, dat houdt beweging in, dat houdt rust in. En jouw lichaam, ieder menselijk lichaam, ook ieder niet-menselijk lichaam denk ik, heeft drie basisbehoeftes. Voeding, op meerdere vlakken voeding, beweging en rust. Nou, een volwassen mens zorgt voor een balans tussen die drie. Dat. Dus zeggen we hier eigenlijk dat een onvolwassen mens is eigenlijk dan ook per definitie ongezond? Nee hoor. Nee, ook een onvolwassen mens kan een buitengewoon gezonde levenswijze op nahouden. Dus het is niet zo als dit dan dat. Het is niet zo dat een onvolwassen mens ongezond leeft. Maar het is wel zo dat een volwassen mens altijd gezond leeft. Dus als je volwassen bent, ja, leef je gezond, zorg je goed voor jezelf. Als je onvolwassen bent, kun je of ongezond leven of gezond. Maar net wat je graag doet. Omdat een onvolwassen persoon toevallig geconditioneerd kan zijn tot gezonde gewoontes. Precies. Zoiets? Of door de sporten die hij leuk vindt. En dan, als ik naar mezelf kijk, ik ben gezond gaan eten vanwege mijn sporten die ik deed. Dus ik wilde presteren met sporten, ik wilde maximaal gezond zijn, fit zijn. Dus ja, ik heb mijn voeding aangepast. Dan ging ik van frikandel speciaal naar kroketten met mosterd, naar vegetarische bitterbal, op die manier. Ik eet nog steeds vlees ook hoor, daar niet van, maar ik ben niet heel erg ver in gegaan. Maar ik ben wel gewoon gezonder gaan eten. Ik had geen chocola meer, ik had geen koekjes meer. In die tijd ook zoveel sporten. Ik wil alleen maar voeding tot me nemen die functioneel was, zou ik maar zeggen. Was ik ook wat neurotisch in geworden trouwens. Ik sloeg er ook in door. ik wil toch nog even verder inzoomen op die gezondheid. Want ik kan me ook voorstellen dat als je die belastende kindpatronen loslaat, dat energie beter kan stromen, dat je ook veel beter bij je volwassen behoeftes kunt. Dat je veel beter kunt voelen van oké, wat wil ik nou echt? Waar dien ik mijn lichaam nou echt mee? Wat heb ik nu echt nodig? Ja. Maar ik kan hem ook nog iets verder trekken. En dan ben ik wel nieuwsgierig. Want jij zegt, ja, ik eet nog wel vlees. Maar volwassen zit hem toch ook heel erg in het kunnen denken van win-win. Ja, dus dat mijn gedrag ook... dat mijn gedrag, zeg maar, niet ten koste eigenlijk moet gaan van jou. Ja. En hoe koppel je dat dan aan vlees eten? Ja, ik eet biologisch vlees.
Dat een vriendin van mij zegt, ja, maar dat is ook vlees. Ja, dat klopt, ook vlees. Maar ik heb er geen bezwaar tegen om vlees te eten. Ik zie vlees eten niet als iets belastends. Als het maar niet iedere dag is en ten koste van. Dus in een gezonde maatschappij waar er waar dieren gehouden worden, waar veel deelt is, daar heb ik geen probleem mee. Als die dieren maar een goed leven hebben. Ja, dus jacht, jagen, ja, vlees eten. Bij ons gebit is ook uitgelegd, we zijn alleseters. Dus niet alleen groenten en dat soort dingen, we zijn alleseters. Dus we eten ook vlees, we eten ook insecten, dat soort dingen. Dus zo af en toe vlees eten vind ik lekker. En als ik nou echt zoiets zou hebben van, ja, maar dat niet juist om te doen, ja, dan zou ik dat laten. En ik merk wel dat mijn behoefte aan vlees wordt überhaupt minder. En dat komt ook een beetje door. En we hebben in de opleiding die we geven, hebben een geweldige cateraar. Echt fantastisch. Haar bedrijf heet Lepeltje Liefde. En zij serveert alleen maar bij ons vegetarisch, veganistisch. En ja, dat is zo ongelooflijk lekker. Dat heeft ook mijn blik geopend voor de andere mogelijkheid. Ik had nooit geweten dat het zo lekker kon zijn. Nou ja, en door haar ervaar ik nu ook hoe ongelooflijk lekker dat kan zijn. Dus ja, dat helpt ook mee. En mijn vrouw die kookt eigenlijk nooit met vlees. Die kookt altijd met name groenten, rijst, aardappels, dat soort dingen. Nou, ik mag af en toe mee eten met mijn vrouw. Dus dan kijk ik mezelf de goede dingen binnen. En ik heb hier ook nog opgeschreven hoe beïnvloed volwassen zijn je relatie eigenlijk tot eten. Ja, eigenlijk met wat jij zei, ik denk als je volwassener wordt en bewuster wordt, dan kun je geen dingen meer doen die ten koste gaan van de ander. Dus als je altijd niet biologisch gegeten hebt, omdat je nou eenmaal gewend bent, vermoed ik dat als je volwassener wordt, ook langzaam overgaat tot biologische producten. Omdat je realiseert, ja, dat is beter voor de wereld en jij bent de wereld. Hè? Dus je kan het dan eigenlijk niet meer niet doen. Maar dat bewustzijn, die gewoontes zijn hardnekkig, hè? Dat herken ik bij mezelf ook. Heel hardnekkig. Dus het vraagt echt wel een bewustzijn en een wens, een wil om dat te gaan veranderen. En als je dan ervaart hoe goed dat is voor je, ja, dan ga je dat wel meer doen, denk ik. Waarbij ik me ook realiseer dat mensen biologisch eten, ja, is duurder. Dus je moet echt keuzes maken. Dus mensen die gewoon weinig geld hebben door omstandigheden, ja, die zullen niet zo snel die keuze maken. Want die moeten overleven. En dat kan ik me ook voorstellen. Waar ik ook nog wel heel nieuwsgierig naar ben, is wat denk jij dat jouw boek kan betekenen voor mensen die bijvoorbeeld ziek zijn? Ja, mogelijk een volledige aanvaarding van het feit dat ze ziek zijn. Ja, dat is heel vaak is een strijd met de ziekte, wat begrijpelijk is natuurlijk. Maar waar het om gaat in eerste instantie, eerst voor je gaat kijken, hé, wat kan ik doen om mezelf gezonder te maken, is dat je eerst volledig aanvaardt het feit dat die ziekte er is. En als je dat volledig aanvaardt, als die er helemaal mag zijn, dat er geen weerstand tegen is, want iedere weerstand maakt het alleen maar sterker, dan kun je vanuit die ontspanning gaan kijken, gewoon wat kan ik nou doen om, om mezelf beter te maken, om gezonder te worden, als dat verlangen er überhaupt is. Hoe bedoel je dat laatste? Nou ja, misschien kan iemand de ziekte zo volledig aanvaarden en zo voelen dat het de bedoeling is, dat zich helemaal overgeeft eraan, zelfs al zou die persoon erdoor sterven. Ja, dat is natuurlijk ook mogelijk. Ja. Hoe kijk jij eigenlijk naar überhaupt sterven? Want ik merkte laatst dat ik moeite had, iemand was gestorven. En ja, ik heb ook heel veel boeken gelezen, bijvoorbeeld het boek van Pim van Lommel, Eindeloos Bewustzijn, en veel boeken gelezen over mensen met een nabije doodervaring. Ook als je oude culturen raadpleegt of grote spirituele stromen tussen haakjes, dan kan ik het eigenlijk maar op één manier samenvatten, en dat is dat aardse lijden vaak hemelsvieren is. Geen idee. Hoe zie jij dat? Ja, geen idee. Ik weet niet wat doodgaan is. Ik weet niet wat de dood is, wat het inhoudt. In mijn wereldbeeld is alles bewustzijn. Dus als je doodgaat, dan houdt dat wat je nu bent, houdt op. En dan ga je terug van waar je nooit van weg geweest bent, eigenlijk weer in bewustzijn. Zoals een golfje in de oceaan. Denk dat het een golfje is, maar het is gewoon de oceaan. En als het golfje neergeslagen is, is het weer de oceaan. En hoe dat eruit ziet en hoe dat... Ja, hoe dat werkt, heb ik geen idee. Ik kan er van alles over bedenken, ik kan er van alles over gissen, maar weten doe ik het niet. Maar stel je voor iemand overlijdt. Ja. Wat dan wordt dat in de Nederlandse cultuur en in de Nederlandse traditie, zijn wij wel heel erg
dat we dat heel vervelend vinden en verdrietig en we rouwen. En het wordt even tussen haakjes wel als negatief bestempeld en iets als wat we hadden moeten voorkomen. Iets wat niet had mogen gebeuren. Op die manier. Ja, het doodgaan is natuurlijk een volkomen natuurlijk proces. Ik bedoel, we leven hier in een wereld van polariteiten, dus er bestaat geen leven zonder dood, zo simpel is dat. Op het moment dat je geboren bent, weet je dat je doodgaat. Doodgaan is onvermijdelijk. En verdriet, een rouwproces, is ook onvermijdelijk. Maar natuurlijk gebeurt de dood. En natuurlijk mag de dood ook gebeuren. Het is niet iets wat je ten koste van alles moet vermijden. Het hoort bij het leven, de dood. Maar het rouwproces, het verdriet van het afscheid nemen van iemand die er dierbaar is, hoort ook bij het leven. Want het rouwproces maakt ook uiteindelijk dat jij weer verder kan met je leven. En het mooie is wel, Manu Kiersen, dat is een, ik weet niet of het goed uitspreekt zijn naam, een rouwtherapeut. Ja, je zegt het goed. Oké, ja, die zegt het heel mooi. Hij zegt, je relatie met de dode is veranderd. De relatie die had tussen beide, de relatie is veranderd. Dus de persoon is wel dood, maar in jou hoeft die persoon niet weg te zijn. En ik weet ook als mijn vrouw, die is op mezelf na de meest dierbare persoon in mijn leven, als die zou komen te overlijden, ja, ik zou regelmatig nog een gesprek met haar hebben en dingen tegen haar zeggen zo. Want in mij is ze nog aanwezig. Dus mijn relatie is wel veranderd, want ze is dood. Maar natuurlijk mag ze doodgaan. Natuurlijk mag ik doodgaan. Niks op tegen. Ik bedoel, hoe zou het anders kunnen? Dus alle weerstand tegen de dood is alleen maar gevormd door angst. En ook daar hebben godsdiensten natuurlijk een aardige steentje in bijgedragen. Hè? De angst voor de hel. De beloning van de hemel. Zodat je hier op aarde maar helemaal voegt naar de wensen en normen van een bepaalde groepering. Want de hemel wordt je in het vooruitzicht gesteld. Ja, heel kinderlijk natuurlijk. Hoe kinderlijker kan je het hebben dan dat? Nou ja, omdat ik ergens ook terug zie als je je wat zeg maar niet echt hecht. Ja, wel, oh, wacht even, hoe moet ik dit nou even zeggen? Maar een gezonde hechting is, oké, we hebben een relatie, we gaan elkaar helpen en nou ja, dat. Maar ergens als je volgens mij bent wie je bent, zeg maar, en je gaat je niet vastklampen, hoe moet ik dat zeggen? Dan kan je volgens mij iemand toch ook gewoon laten gaan. En tuurlijk kun je ik zie het een beetje aan de honden. Als er dan eentje overlijdt, ik zie wel dat ze opmerken van, hij is hier niet meer in de vorm. Hé, hey, we moeten even met de groep toch even een nieuwe balans vinden. Maar een paar dagen later, nou, ja, ik toch, meen ik te waarnemen dat het, nou, het is weer gezetteld en ja, ze kwispelen weer vrolijk verder, om het maar zo te zeggen. Nou ja, dat kan bij mensen ook zijn natuurlijk, hè. Als jij volwassen genoeg bent en genoeg bewustzijn hebt om te realiseren dat zowel leven als dood een prachtige illusie zijn, want we hier leven zo. Maar niet, het is geen waarheid, laat ik het zo zeggen. Bewustzijn is voor mij waarheid. Dat is het enige wat waar is. En het andere is allemaal een spel. We spelen hier in deze dualiteit een fantastisch spel. Dat spel noemen we leven. We worden daarin bewogen. We denken dat we het zelf spelen, maar we worden bewogen in het leven. Bij dat spel hoort het feit dat je geboren wordt, dat je in het spel terechtkomt, en hoort bij het spel dat je het weer verlaat. En misschien dat er een of andere zielenaspecten nog zijn die weer terugkomen, reïncarnatie, ik heb geen idee, zie ik als een mogelijkheid. Dat betekent als mijn vrouw komt te overlijden, zal ik enorm verdrietig zijn, want ze is enorm dierbaar. En tegelijkertijd is het volstrekt in orde. En dus dat ze tegelijkertijd, het is helemaal goed dat ze overleden is, dat mag er helemaal zijn. En dat ik alleen verder ga mijn leven, met mijn leven, met mezelf en de andere mensen misschien. Grappig, jij denkt wel echt dat zij eerst gaat. Misschien ga jij eerst. Nee, het is als voorbeeld. Ja, maar ja, misschien slip ik zo onderweg en ik lig in een plomp en Nee, ik kan ook eerst gaan, maar als voorbeeld. Stel dat zij eerst gaat, ja, dan zou ik er heel veel verdriet van hebben, maar dat verdriet gaat voorbij. En mijn leven gaat verder en ik zal mijn leven nog steeds vreugdevol leven. Want het leven is, ja, ik vind het leven een geweldig feest. En dat zal ik ook vieren, alleen niet meer met haar. Maar wat ik al zei, in mij zal een deel van haar nog steeds zijn. Dan zal ik zo af en toe met haar praten. En misschien neemt dat af, ik heb geen idee. Maar de kwaliteit van mijn leven zal niet minder worden. Wauw, ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Omdat ik dat, nou ja, je ziet het weinig om je heen, laat ik het maar zo zeggen. Ja, maar de kwaliteit van mijn leven, de vreugde van mijn leven is niet afhankelijk van de aanwezigheid van mijn vrouw. Daar is het niet afhankelijk van. Dat wij het ontzettend goed hebben samen, dat we ontzettend veel plezier hebben samen, dat we genieten van elkaar, ja, dat is een bonus. Dat vind ik fantastisch. Maar als ze zou wegvallen uit mijn leven, dan leef ik nog steeds vreugdevol. Dan heb ik nog steeds een fantastisch leven.
En het verdriet zit er ook bij. Maar dat hoort ook bij het leven. Ja. Dat is die primaire pijn. Ja. Wat ik nog een hele mooie vond, en die heb ik gewoon even opgeschreven omdat ik hem mooi vond, was dat voorbeeld van baby, schaap, ja. Leeuw, baby. Ja. Ja, dat is een beetje een vrije vertaling naar wat Nietzsche had van baby, kameel en nog wat. Ik weet niet echt precies wat het was. Maar dat is niet, als mens word je geboren als baby. En wat is een kenmerk van een baby, behalve dat veel helpt misschien, het is, kijk open, het heeft geen concepten, het heeft geen gedachten nog, het heeft geen wensen en verlangens, het kan alleen maar instinctief de behoefte aangeven. Luidt en duidelijk. Dat kenmerk van een baby. Nou, zo begint een mens. Dan wordt een mens een schaap. Het volgt de kudde, de familie. Zo doen wij het hier. Zo precies zo. Het volgt. Als het een beetje afdwaalt, gaat het gauw weer terug. Heeft de kudde ook nodig om te overleven? Dat is ook de functie van de kudde, om te overleven. Dan, als een schaap groeit, dat wil zeggen als het volwassen wordt, dan wordt het een leeuw. De leeuw volgt de eigen weg. Die volgt niet meer de kudde, die volgt de eigen weg. Dit is een eigen persoon geworden, zou ik maar zeggen. Dan de volgende fase, als de leeuw doorgroeit, wordt de leeuw weer een baby. Daarmee bedoel ik dan, het heeft de ontvankelijkheid, de openheid van een baby weer terug. Het is natuurlijk volwassen. Niet te vergelijken met dit niveau van baby, maar het staat weer open in het leven. Het laat gebeuren wat er gebeurt, het laat zich verrassen. Heeft niet al te veel of zelfs geen concepten meer in het hoofd. Dat. Ja, ik vond hem heel mooi. Ja. Yes. Yes. Ik ga eens eventjes op mij. Ik heb volgens mij alles gevraagd wat ik wilde vragen. Oh ja, ja die vond ik ook heel mooi. Dat de manier om tot volwassenheid te komen is verbinden met je lichaam. Ja, ja, ja. Alles ervaar je, het leven ervaar je alleen maar door ervaring. En welk aspect om te ervaren heb je? Je lichaam. Je hebt alleen maar je lichaam om te ervaren. Zelfs je gedachten kunnen er alleen maar zijn omdat je een lichaam hebt. Emoties via het lichaam. Alles wat je voelt via het lichaam. Al je zintuigen, je lichaam. Dus je lichaam is ook het enige aspect van jou wat zich te alle tijden in het hier en nu bevindt. Het kan niet eens anders. Jouw gedachten fladderen alle kanten op. Die kunnen van het verleden naar de toekomst gaan en behalve hier zijn. Dat betekent gelijk dat het nu er alleen maar kan zijn in het zijn en niet in het denken. In het denken bestaat geen nu. Op het moment dat ik een gedachte heb, is die alweer weg. Dus het nu bestaat alleen maar in het zijn, in de zijnskwaliteit. Nou, jouw lichaam zit altijd in het zijn. Dus hoe meer jij je kan verbinden met je lichaam, je aandacht naar binnen gaat, waarneemt wat daar gebeurt, je gedachten, gewoon de gedachten laat en je gedachten geen aandacht geeft, althans niet te veel. Het zijn maar gedachten, het heeft niks met denken te maken. Het zijn maar gedachten. Het zijn maar puppies, die vond ik ook zo leuk. Precies, het zijn maar puppies die alle kanten op willen fladderen. Maar jij gaat de puppies, ga je opvoeden. Je gaat de puppies aanwezig laten zijn in je lichaam. En in je lichaam aanwezig kun je waarnemen, weet je ook wat het juiste handelen is. Maar als je alleen maar in je gedachten zit, in je hoofd zit, ja, dan zit je in een chaos. Nou ja, probeer daarvan uit maar eens de juiste handeling te vinden. Nee, die vindt altijd plaats vanuit de aanwezigheid in je lichaam. Dus je lichaam is een buitengewoon belangrijk instrument daarvoor. En hoe heb jij dat bij jezelf getraind om misschien wel, dit is even een invulling, van lopend hoofd, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat, nou ja, dat mensen nu denken van, oh ja, ik zit inderdaad wel vaak in mijn kop. Het is ook rustig in mijn hoofd. Ik heb veel gedachten. Als ik s'avonds naar mijn bed ga, lig ik inderdaad nog lang te piekeren. En had ik maar dit en had ik maar dat gezegd en bla bla bla. Dus wat zijn voor jou belangrijke tools om meer in dat lichaam te... Ja, ik ben in die zin nooit echt een man aan het hoofd geweest. Misschien ook omdat ik al vrij vroeg met veel sporten begonnen ben. En dat, dan heb je vanzelf je lichaam nodig. Wat eigenlijk nog wel aardig is om te vertellen. Ik ben ook topsporter geweest in de zin dat ik 2 keer per dag trainde. Alleen niet de resultaten behaald die een ander behaald heeft. Maar het was heel vreugdevol. Was ik ergens bij een of andere sessie. En die persoon zei, die deed iets lichaamswerk met mij. En die zei, man, je zit helemaal niet in je lichaam. En ik had zoiets van, ik kom op, sodemiet erop, hey, hoezo ook niet in mijn lichaam. Ik doe een topsport, ik ben alleen maar aan het sporten, ik ben lichaam. En ja, dat kan wel zijn, maar je zit niet in je lichaam. En ik veeg dat onmiddellijk van tafel, maar toch. Wat kan ik ermee bedoelen? Nou ja, hij zal uit zijn nek letsen. En later, toen mijn proces op gang kwam, mijn bewustwordingsproces, hè, dat
Ik zal niet helemaal vertellen hoe het gegaan is, maar het ontmoeten van mijn vrouw, wat daar aan gebeurd is tussen mij en haar. Hebben we in de podcast even verteld. Oh, kijk eens aan. Nou, ja, dus zie de eerste podcast. Ja. En het systemisch werk op mijn pad kwam. En ik uiteindelijk echt begon te voelen van, hé, wat gebeurt er nu eigenlijk in me? Toen kwam ik pas achter, ah ja, maar ik zit helemaal niet in mijn lichaam. Ik ben heel ergens anders. Mijn lichaam is helemaal geen veilige plek om te zijn. Nou, toen ik dat begon te realiseren, ben ik me steeds meer gaan verbinden met mijn lichaam. Door simpelweg me bewust te worden van wat ik allemaal in mijn lichaam voelde. En toen kon ik voelen dat er ongelooflijk veel angst in mijn lichaam zat. Ja, wat ik vroeger helemaal niet kon voelen. Ik had een panzer opgebouwd. En toen voelde ik van, ah ja, die angst. En nou, zo ben ik verder mijn lichaam ingegaan. En toen donderde ik ook echt in mijn processen. En nou, toen was er geen hou meer aan. Nou, en toen ik door die processen heen was, ja, toen was ik gewoon in mijn lichaam. Maar dat is een bereidheid om er naartoe te gaan. Alleen, zoals je weet, heb ik niet de illusie dat ik een vrije wil heb. Dus of dat gebeurt, ja, dat is maar de vraag. Ik heb het ook wel als een zegen gezien, hoor, dat het gebeurd is. Ik ben er heel dankbaar voor. Oké, dus je hebt zeg maar niet echt een tool of iets wat je kunt doen om van je lichaam een veilige plek te maken. Of een maniertje om dat te trainen. Nou, ik vermoed dat iedere vorm van lichaamswerk, dat kan tai chi zijn. Ik heb zelf vrij veel qineng, qigong beoefend. Dat is ook een vorm van werken met je lichaam. Haptonomie, nou alles maar wat met het lichaam werk is, gemasseerd worden door een massagetherapeut, misschien die dingen terug kan geven, die kan uitnodigen om ergens naartoe te gaan. Al die aspecten helpen je om naar je lichaam te gaan. En vooral ook, maar dat is wat moeilijker voor mensen, om niet iedere keer gedachten te blijven volgen. En dat is vaak heel moeilijk, omdat mensen zo makkelijk, zo snel in hun gedachten zitten. Maar als je in contact bent met je lichaam, dan worden je gedachten uiteindelijk alleen maar je gedachten. Want wolken die langskomen in de hemel, ach, die drijven voorbij, je hoeft er niks mee. Ja. Dat. Ja, leuk, mooi. Ja, en ik had nog opgeschreven de telefoon. Omdat, ik weet niet, er is binnen 20 jaar of 30 jaar... is er van iets wat voorkwam in films, is iets geworden tot waar we helemaal door zijn bezeten. Ja. Ja, ik vind het heel onvolwassen. Als jij beheerst wordt door die telefoon, ja, en niet, ja, je telefoon kunt beheersen. Ja. Maar goed, dat is een beetje kort door de bocht. Heb jij er misschien iets zinnigers over te zeggen? Nou, net zo zinnig als jij. Het is een teken van onvolwassenheid. Er zit een behoefte in, een drang. Een geïnformeerd willen worden, iets willen weten. In plaats van aanwezig te zijn in jezelf. En gewoon om je heen te kijken. Hoeveel mensen zitten niet ergens en het eerste wat doen een telefoon pakken. En kunnen niet gewoon zitten en zijn en om hen heen kijken. Ja, je gaat er niet niks zitten doen. Nee, oké. Dus die pakken onmiddellijk de telefoon. Die willen afgeleid worden van het zijn als het ware. Ja, en het is gewoon een epidemie. Het is onvoorstelbaar. Het is verbijsterend. Maar ja, aan de andere kant kan het blijkbaar niet anders gaan dan het zo gaat. En zal hierna misschien ook weer iets anders volgen. Geen idee. Maar het is onvolwassen. En hoe belangrijk denk jij dan dat het is om af en toe even uit je neus te peuteren en gewoon eens even te zitten en te wachten voor zover dat kan? Om eens gewoon een busritje uit het raam te kijken. Hoe denk je dat dat belangrijk is? Die momenten van op de wc zitten en gewoon even zitten kakken, zeg maar. Om het maar even zo te zeggen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Het zijn de rustmomenten in je leven. Het is rust. En wat ik straks zei, je lichaam heeft behoefte aan voeding, beweging en rust. En die rust is essentieel voor je lichaam, maar ook voor je geest. Juist als je niet denkt, juist als je een beetje appelig voor je uit zit te kijken, dan kan er in één keer inspiratie opkomen. Dan is er ruimte voor. Anders zit je hoofd vol met gedachten, vol met dat mobieltje voor je neus, vol met wat vinden zij ervan, vol met... Dus die rust is essentieel, vind ik. Ja. Ja, wauw. Dus eventjes gewoon geen telefoon, geen prikkels. Even uit je neus peuteren en je haar laten groeien. Ik het altijd samen. Ja, wat doe je? Ja, nee, ik laat mijn haar groeien. Daar kunnen mensen al helemaal niks mee. Maar dat inderdaad, dat lummelen en dat dus ook heel belangrijk is, hoor ik jou zeggen, om die inspiratie, om dat bewustzijn eigenlijk eventjes...
Ja. Nog wat helder te kunnen voelen, ervaren, om het maar even zo te zeggen. Ja, want als je aan niks doen bent, als je een beetje voor je uit zit te kijken, je bent aan het leven, je bent aanwezig, het leven vindt plaats in jou, er gebeurt van alles. Alleen zit er lekker ontspannen bij en te kijken. En het voelt heel vredig, het voelt vaak heel, ja, de tijd gaat voorbij eigenlijk zonder dat er iets gebeurd is. Het is heel erg aanwezig eigenlijk. Alleen ook hier weer, je gaat niet zitten niks doen, doe eens wat, ga eens zitten doen. Ja, dat is, je moet dat zitten doen. Maar we zijn human beings, geen human doings. Hè? Dus we hoeven alleen maar te zijn eigenlijk. Het is zo simpel. Het leven is buitengewoon simpel. Maar we hebben het zo complex gemaakt. We hebben er zoveel tussen gezet. Er zitten zoveel conditioneringen tussen, zoveel overtuigingen. Maar de essentie van het leven is zo simpel. Ja. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En tegelijkertijd kan ik denken, die luisteraar die denkt echt... Ja, en ondertussen hebben jullie wel beide drie boeken geschreven en hebben jullie een heel opleidingsinstituut. Dus zijn jullie de hele dag met mensen bezig. Dus ik kan me ook voorstellen dat die luisteraar denkt van, ja. Ik heb tot mijn 30ste op kamers gewoond. Ik was karate- en kickboxleraar. Ik verdiende heel weinig geld en ik had een fantastisch leven. Ik had een bed, ik had een douche. Ik kon eten kopen, ik leefde mijn passie, ik deed wat ik leuk vond. Ik had een fantastisch leven en ik had helemaal niks. En toen ik begon met systemisch werk, heeft me alleen maar geld gekost, de opleidingen. Maar ik wist gewoon, dit moet ik met mijn leven doen, dit ga ik doen. Dus ik heb een volle baan gehad daarnaast. Daarnaast heb ik gewerkt, systemisch werk gedaan. Zo niet het bedrijf opgebouwd, dat is vanzelf gegaan. Ik heb mijn passie geleefd. Ja, en dat begon te groeien en er kwam meer bij en meer bij. En tot mijn stomme verbazing hadden we uiteindelijk een bedrijf, een instituut. Maar dat niet omdat ik een instituut wilde hebben, het is omdat ik mijn passie leef. En het instituut is eruit voortgekomen. Ja, en dat vind ik zo mooi. Dus waar ergens kwam die moed vandaan om toch die passie te volgen? Want ik kan me ook voorstellen dat bij heel veel mensen er een rem op zit. Zo van, ja, klinkt allemaal leuk. Ik ben bijvoorbeeld heel goed in tekenen of heel goed in schilderen. Of mijn passie is heel erg om te sporten. En dan komt er maar. Ja, die maar was het bij mij niet. Toen ik met vechtsporten begon, ja, dat was mijn levenswijze. En ik heb toen ook op alle mogelijke manieren werk proberen te vermijden. Om maar mijn passie te kunnen volgen. Dat is ook steeds gelukt. Toen systemisch werk in mijn leven, toen de techniek in mijn leven kwam. Technisch tekenen en vandaar doorgroeien. Ik vond het geweldig leuk. Nou, uiteindelijk ben ik projectmanager geworden. Niet omdat ik projectmanager wilde worden, maar ja, ik leefde wat ik leuk vond. En toen kwam systemisch werk op mijn pad. En nou ja, ik wist, dat ga ik met mijn leven doen. En er was geen moed voor nodig, maar ik ben dat gewoon gaan doen. Dat was geen andere optie. Dus ja, het kon gewoon niet anders. Nou ja, wat ik dan bij Eckhart Tolle zo mooi teruglees, is dat hij zegt ook echt, die passie en die plezier en dat enthousiasme, dat zijn echt je richtingaanwijzers. Absoluut. Daar moet je achteraan lopen. Absoluut. En eigenlijk is het niet moeilijker dan dat. Ja, helemaal mee eens. Ik had het niet mooier kunnen zeggen dan Eckhart Tolle. Nee, totaal mee eens. Je passie, je vreugde, wat je blij maakt, waar sprankel in zit, enthousiasme. Ja, dan voel je, als je dat spoor volgt, dan volg je een spoor voor wat het leven van jou een petto heeft. Want dat zijn de kenmerken, de signalen dat je op de goede weg bent. En alle signalen die maken dat iets zwaar wordt, iets lomp wordt, iets moeizaam gaat. Ja, dat is de verkeerde kant. Dat betekent dat als je je passie volgt, dat je nog steeds sommige dingen heel hard voor moet werken. Alleen dat is vreugdevol. Je doet het graag. Je vindt het leuk. En kan nog steeds zijn dat er dingen gebeuren op je pad ook die zwaar zijn, die moeilijk zijn. Maar dat is niet erg, want je voelt dat hoort erbij. Je laat je niet door belemmeren. Je groeit er alleen maar van. Het helpt je alleen maar om te groeien. Maar de moed hebben dan blijkbaar om die weg te volgen. En al die duizenden jaar maars, al die groeiende redenen. Ja, maar ik heb studerende kinderen. Ja, dan studeren ze maar niet. Gaan ze maar werken. Of ze zorgen maar zelf dat ze aan een beurs komen, wat dan ook. Jij gaat doen wat je leuk vindt. Je ondersteunt je kinderen natuurlijk waar mogelijk. Maar niet ten koste van jezelf. Daar is niemand mee gebaat. Doe wat je vreugde geeft. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, het is makkelijk gezegd. En als je in een vastzittende patroon, is het ook niet makkelijk om eruit te komen. Maar ja, als je iets makkelijks was, wilde hebben, moet je een andere planeet zoeken. Niet deze aarde. Ja, maar dat is toch een gigantische paradox eigenlijk die je nu zegt. Want aan de ene kant zeg je, ja, we zijn hier wel voor vreugde en plezier. En aan de andere kant is tegelijkertijd het leven een soort van één grote hindernisbaan. Nou ja, alleen maar als je het ziet als een hindernisbaan.
Je ziet het alleen maar als een hindernisbaan als je het ziet als een hindernisbaan. Als je het niet als een hindernisbaan ziet, maar simpelweg als de weg van je leven, dan is er geen hindernisbaan. Een hindernisbaan is een concept in je hoofd. Maar het is er helemaal niet. Het is een concept wat jij bedenkt. Het is er helemaal niet. Het is alleen maar dat wat er gebeurt. En jij betitelt het als een hindernis. Jij betitelt het als een probleem. Maar dat is het niet. Het is alleen maar iets wat gebeurt. En de vraag is, hoe ga jij met die gebeurtenis om? Ja. Nou, mooi. Wil je hier nog iets aan toevoegen? Heb ik iets helemaal onbelicht gelaten? Nee, ik ben eigenlijk alleen maar... daarom kan ik ook geen lezingen geven, maar wel podcast doen. Ik kan alleen maar gedijen bij vragen. En ik heb vragen nodig om wat te kunnen vertellen. Als ik geen vragen krijg, dan is het blanco. Daarom doe ik ook geen lezing, want dan moet ik zomaar iets gaan vertellen. Dat kan ik helemaal niet. Dus nee, ik zou niet weten wat. Nou, hartstikke leuk. Nou, dan heb ik nog wel een vraag. Waar kunnen mensen jouw werk vinden? Mijn werk? Het instituut bedoel je? Nou, en waar kunnen mensen je boek vinden? Waar kunnen mensen je werk vinden? Oh, hoe okay. kunnen mensen die denken van, oh ja, dat systemisch werk, dat lijkt mij wel wat. Volgens mij is dat wel iets voor mij. Oké, okay, dan volgt hier nu een commercial break. Ja, ja. Instituut voor Systemisch Werk. Ja, dat is zoals ons instituut heet. Dus www.ivsw.nl. Dan kom je op ons instituut terecht. En het boek kun je bestellen bij Uitgeverij Noorderlicht. Of ja, als het in de winkel ligt, in de winkel natuurlijk. Of bol.com. Dus als het goed is, is het vanaf gisteren overal verkrijgbaar. Mooi, super. Dus als deze podcast online komt, kun je het boek gewoon overal vinden. Gewoon zoek op volwassen worden voor volwassenen en je hebt het. Ja, ja. En ja, ik zou dan zeggen van, ga lekker naar de boekwinkel of naar Uitgeverij Noorderlicht. En bol.com, die redt zich ook wel zonder ja, los. Dat ben ik helemaal met je eens, ja. Dat is het makkelijkst voor de meeste mensen vaker. Maar het zou mooi zijn als ze bij Uitgeverij Noorderlicht willen kopen, want die doen er ook een inspanningen voor. Ja, precies. Zeker. Precies. Ja. Mooi, hartstikke bedankt. Heel erg leuk. Heel graag gedaan. Ja, en met veel plezier ook in je boek. Ik heb het nog niet uit, maar ik ben er met heel veel plezier in aan het lezen. Ik vind het ook grappig op een bepaalde manier. Ja. Nou, dat is toch leuk. Ja, zeker. En, ja. En ik denk ook, ga ik toch even de commercial break even verlengen. Ik ben heel erg fan van Eckhart Tolle. Wat ik maakte zo straks al het geintje van dit is een beetje Eckhart Tolle, maar dan met een bepaalde Duitse degelijkheid. Nou blijkt ook dat je Duitse roots hebt. Er zit een bepaalde eenvoud in, heel erg even stap voor stap. Ja, ik kan me voorstellen dat het, als je ook al heel veel boeken hebt gelezen die gaan over bewustzijnontwikkeling, dat je echt heel veel gaat herkennen, maar dat je wel denkt, oh, lekkere samenvatting dit. Eventjes to the point, geen ja. woord te veel. Ja. Dus dat was even de verlenging van de commercial break. Dankjewel. Dankjewel. Jij, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Dat is ook de plek waar je het boek De Eiwitleugen vindt. En waar je dus sinds kort een receptenboek vindt. Waarin ik eigenlijk ja, geen recepten deel, maar echt de formule deel op hoe ik iedere dag heel makkelijk en snel volwaardig plantaardig eet. Dus vind je dat gaaf, dan kun je naar jannekevandermeulen.nl gaan. Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.